Ja, we zijn live, Mitchell. Ja, zijn we live? Wat een feest! Laten we naar Lucky Landing gaan, nu we toch al direct begonnen zijn met het potje. Let's go. Ja, toch. Oh, nee, daar, nou, ja, goed zo daar. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar wederom de 3-op-1-volgende Fortnite livestream. Ik ben geloof ik de afgelopen 2 dagen beide dagen live geweest. Op 1 dag zelfs 2 keer. En vandaag ben ik dus weer terug samen met Mitchell met een nieuwe Fortnite livestream. En ik moet even mijn geluid wat zachter zetten als dat heel snel kan. Want Fortnite staat bizar hard. Oh my Oh, god. zo leuk ben jij ook, hè? Oh, ik ben ook weer zo lekker voorbereid. Ja, ik kan er weer voor gaan. Nou, Mitchell, wij hebben een tactiek. En die tactiek die heet pussy zijn totdat je gewonnen hebt. Exact. Dat Ja, is totdat je onze. gewonnen hebt en het volgende potje ook weer, ja. Ja, we proberen eigenlijk gewoon een Victory Royal te halen. Iets wat voor ons op dat moment heel speciaal zou zijn, mocht het lukken. Want we zijn echt nog opper-noobs op dat gebied. In principe wel, hè? Ben je al ergens gedropt? Jazeker. Oh ja, even voor de duidelijkheid, jongens en meisjes. Dit is even voor de mensen die mee hebben gedaan aan de giveaway van de 1200 V-Bucks. Ik heb de winnaar gisteravond gecontacteerd op Twitter. En ik ga vandaag weer een aantal V-Bucks weggeven. Wel iets minder, namelijk 500 met een gratis skin. Dat is zeg maar zo'n starter package. Wil je daar nog kans op maken? Even liken, even abonneren. En gewoon de hele stream gezellig meekijken. Leuke reacties achterlaten. Oh my god, Mitchell, ben jij dat? Sloop jij nu iets? Ja. Oké, dan ben jij dat. Dan is er inderdaad helemaal niks aan de hand. Jongens en meisjes, wij willen heel erg graag. Heb je een chuck-chuck? Mitchell! Laat maar. Jij ouwe zuiplap, waar ben je in hemelsnaam mee bezig? Een chuck-chuck nog wel. Ik Even moet kijken. ook aan mijn behoeftes komen, hé. Ja, Mitchell, die moet ook zijn ding doen. Ja, ik ben even alles aan het schemen, jongens. Want ik wil natuurlijk niet mezelf zometeen iets laten mislopen. Oh ja, by the way. Heel veel mensen hebben in de vorige stream laten weten dat ze het vooral leuk vonden als ik naar Wailing Woods ging. Om daar hopelijk weer een glimp op te kunnen vangen van Slender. Dus ook dat ga ik proberen te doen met Mitchell vandaag. Of niet, Mitchell? Zeker te weten. Ik wil die oude Slender wel eens ontmoeten waar ik vroeger bang voor was. Ik moet je heel eerlijk zeggen, zelfs in de eerste klas, toen Slender zeg maar net een ding was en ik het speelde, was ik s'nachts echt legit bang dat hij naar me toe kwam ofzo. Ja, ik heb nog een gameplay online staan van mijn eerste keer Slender, toen was ik 14. Eerste keer Slender, eerlijk, dat was eng, hè? Als je dat voor de eerste keer speelt, dan is het doodeng gewoon. Je ziet mij nog zeggen van niet achter je kijken terwijl je aan een horrorspelletje speelt. En dan kijk ik dan in real life achter me, echt helemaal bang. Oh. Ik moet je heel eerlijk toegeven, dat had ik ook een tijd. Maar als je een horror game speelt, dan heb je altijd zo een gevoel alsof er iets achter je komt of zo. Dat heb ik altijd. Zo. Mitchell, ik heb hier een kissie te pakken. Ik ook. Kijk eens aan, een gratis kissie. Ik moet trouwens even wat dingen wegdoen, zo. Even alles een beetje organiseren. Hopsakeetje, dat is gefixt. Hopsakee. Ik heb een RPG, dat is ook weer voor het eerst. Heb je een RPG? Ja, moet jij hem hebben? Nou, dat vind ik wel heel erg. Dat vind ik een heel erg mooi aanbod. Dat, Ja, ik vind het ook wel heel mooi. Dat Waar ben je, waardeer ik. Ik ga heel even toch weer het Fortnite geluid iets harder zetten, want ik hoor gewoon niks. Nou, Ik ga stellen. krijg ik echt. Oh, weet je wat, Mitchell? Omdat je zo aardig tegen mij bent geweest, heb ik hier voor jou een tactical. Of een tactical, wat zeg ik nou weer? Dat is een assault ride. Ik ga even kijken of de stream trouwens of alles goed werkt. Bescherm mij even. We gaan het eens even checken. Ga maar dood. Ja, ik ben live. Jongens en meisjes, dames en heren. Leuk dat jullie allemaal kijken naar deze stream. Mensen zeggen dat ze jou niet goed horen. Wacht even, laat me dat even proberen te fixen. Praat eens even, Mitchell. Hallo, hallo, hallo. Test 1, 2, 3, hallo. Jullie zouden Mitchell nu beter moeten horen. Laat het even weten in de chat, jongens. Verstaan jullie Mitchell goed? Ja of de nee? Want als jullie hem namelijk niet goed verstaan, dan gaan we dat proberen even op te lossen. Zo, oké, wij zitten momenteel ver buiten de cirkel, Mitchell. Dus laten wij daar zometeen toch maar even naartoe gaan. Dat is wel verstandig misschien. Hé, hey, ik heb een gouden sniper. Heb jij een gouden sniper, ik jongen? Heb een gouden sniper, jongen. Nou, op zich, dan zijn we best wel lekker bezig qua loot wat we krijgen. Want een gouden sniper is ook niet verkeerd om te hebben. Ja, heb je al bandages nu? Ja, hè? Heb je een shotgun? Ja, ik heb een shotgun. Heb je die nodig? Hier ligt er eentje namelijk. Nee, ik denk shotgun shells, maar... Ah, shotgun shells. Ja, die heb ik. Daar heb ik er genoeg van. Als je er eentje wilt, moet je het even zeggen. Nee. Maar dat was... Mitchell, laten we even lekker in bad... Oh, nee toch. Daar gaat de badkuip. Oh, Job, door jou moet ik poepen. Oh, nee. Oh, zo. Jij hebt zeker Chinees gegeten gisteravond. Ja, ik heb er allemaal scheet aan gewoon, jongen. Oh, mijn god. Waar zijn we mee bezig? Nou, laten wij in ieder geval nu even de tijd benutten om wat... Even hout hakken. Ja, hout hakken, inderdaad. Ik ga ook helemaal de verkeerde kant op. Oh, en naar de cirkel. Ook verstandig. Ook. Horen jullie Mitchell beter? Ik ga het even snel checken. Mensen horen jou niet goed. Kun jij anders heel even snel de stream checken via internet om te kijken of jij echt inderdaad niet verstaanbaar bent? Want het zou wel namelijk naar zijn. Wacht even, misschien weet ik het fix.
Nou jongens, Mitchell, onze techneut, die gaat even kijken of we het probleem kunnen oplossen. Tot die tijd, geniet van deze nieuwe reclame. Nee, dat gaan we zeker niet doen. We houden het gewoon lekker reclameloos voor zover het kan. Hey, meneer de paddenstoel, leuk dat jij er ook bij bent. Gezellig, ik heb je gemist. Ik heb je gemist. Ik vond vroeger Kabouter Plop altijd fantastisch. Ja, ik hoor je even hard, man, bro. Ah, ik denk dat ik het al weet waardoor het komt. Nou, vertel. Misschien hier. Ik heb nu even mijn OBS wat harder gezet. Jongens, jullie zullen het hier even mee moeten doen. Ik kan het op dit moment even niet beter verhelpen dan hoe we het nu hebben. Mocht het nou nog steeds niet goed zijn en daar komen we dan zometeen achter, dan zullen we dat in de pauze waarin wij of doodgaan of hebben gewonnen. Die kans die schat ik daarentegen klein in. Fixen wij dat het goed komt. Wat ligt daar? Huh? Mitchell? We moeten naar de cirkel. Ja, sorry, ik ben er on my way. Ik ben weer zo ongelooflijk egoïstisch. Ik denk van, ik ga alvast even zitten met lopen. Want dan... Oh, god! Zo, de knetter. Iemand die wilt naar de maan. Jonge, jonge. Oh, ik zie heel je twet... Je chat weer gaan. Lama, lama. Jongens en meisjes. Dames en appelflappen. Stop mij eens even in de maling te nemen. Met jullie lama-grapjes. Ja, laat maar. Bro, weet je wat ik eigenlijk vind? Ik vind dat ze een lama-skin moeten hebben in Fortnite. Zeg maar een man... Hoe ziek zou dat zijn? Of een alien? Een alien lijkt mij ook heel erg tof. Maar die lama die komt wel dichterbij. Omdat dat natuurlijk ook al in... Oh. Zwarte Piet is langs geweest. Oh nee, kijk wat eraan komt. Ben je serieus? Wacht even. Ik heb wel een optie. Heb je een jump pad? Zeg dat je een jump pad hebt. Ik heb geen jump pad, nee, maar... Zo. Er is hier een kist boven. Ga ik die pakken? Oh nee. Job, ik ga dood. Nee, dat meen je niet. Ik ga legit dood. Ga je echt dood? Ik zit nu in de storm. Oh nee, wacht. Ik heb nog bandage. Wat heb ik nou gedaan? Oh nee! Jongens! Jij zit er ook in! Ik zit er ook in, maar ik kom er wel uit, denk ik, levend. Ja, tenminste. Ik ook wel, denk ik ook. Jongens! Oh nee, toch? Jongens! Oh god, jongens! Ik hoor nog die disco ook gewoon, en dat is een erg. Ik hoor pow. Iedereen vibe daar gewoon, terwijl wij gaan dood. Please, have some mercy, man. Ik ga het wel halen trouwens, maar het is wel zonde van mijn HP, maar ik hoop dat is ik loop met jou mee. Ik ga het ook halen, hoor. Stel voor, wij worden nu nog eerste. Weet je wat ook heel erg vet zou zijn? Als er een soort van storm skin zou zijn. Letterlijk een skin die dezelfde aura om zich heen heeft hangen als de storm. Zo... Ja, dat je zo van die bliksemschichten om je heen hebt. Ja, dat is echt amazing. By the way, we moeten nu even meerdere dingen vinden, zoals bandages en zo. Ja, want we moeten echt goed kunnen hier. Ik ben letterlijk gewoon de helft van mijn leven kwijt, laat dat duidelijk zijn. Jongens, trouwens, sorry hiervoor, want we waren een beetje aan het voorbereiden nog. Vandaar dat we nu even half dood aan het gaan zijn. Zo, ik leef weer. Nou, lekker. Dat voelt goed. Wacht even, laat me daar even... Heb jij bandages of zo? Ik heb helemaal niks. Ja, bandages, toch? Ja. Hoeveel heb je er? Ik heb er 5. Je hebt dus er 5. Twee om twee en houden er één over, ja? Ja, laten we dat doen. Nou, dat vind ik aardig, jongen. Hé, delen. Dat vind ik mooi. Dat vind ik een mooi gebaar van je. Dankjewel. Wacht daar even op mij. Ja, ik maak even Jim kapot. Oh, nee, toch. Ik sloeg tegen de prullenbak aan. Dit is echt heel flauw, ik heb er 2 gedaan, Job. Ja. Kom hier. Ja, dankjewel. Geef mij daar ook maar 2. Mitchell, de bandage man. Hey, Dr. Mitchell in de building. Okay. Dankjewel. Jongens, ik ga even kijken wat jullie allemaal te zeggen hebben. Oh ja, by the way, nog heel even voor de nieuwe kijkers die net zijn aankomen wakkeren. Mijn naam is Job, a.k.a. Dutchuber. Ik ben hier samen met Mitchell en we doen een livestream. Kort samengevat, ik geef 4 bucks weg. Ik heb dat gisteren ook gedaan. Ik heb de jongen Dani, heet hij, op Twitter gecontacteerd. En die heb ik uiteindelijk de 4 bucks, of ja, het geld voor de 4 bucks gegeven. Willen jullie nou ook kans maken op 4 bucks? Het zijn er deze keer 500, iets minder. Maar er zit wel een gratis skin bij. Dan moet je even een like doen, moet je even abonneren en een leuke reactie achterlaten. En dan maak je kans om te winnen. Ook als je dit kijkt als video, is dat gewoon nog mogelijk. Nou, okay, Mitchell, we gaan ervoor. Weet je handen voor? We hebben wel een RPG, en dat vind ik wel legit lachen trouwens, hè, dat we die hebben. Ja, ik denk, jij zoekt er al maanden naar. Ja, ik weet het niet, jongens, hoe dat zit. Misschien kunnen jullie het mij uitleggen. Ik heb de afgelopen tijd in Fortnite, heb ik nauwelijks explosieve wapens gekregen. Bijvoorbeeld die guided missile, die onlangs in Fortnite is gekomen. Niet eens zo heel lang geleden. Is die er nog wel? Die is weg! Volgens mij wel. Ik heb vernomen dat er volgende week trouwens een jetpack in Fortnite komt. Nee. Laat me heel even de ding hoor, de stream, momentje. If Mitchell can be quiet for 1 second, dan weet ik in ieder geval of alles nog goed gaat. Maanden daar.
Ja, ik weet... Ja, jullie horen Mitchell. Hij is iets zachter, dat klopt. Daar hebben jullie gelijk in. Mijn oprechte excuses daarvoor. Dat is gewoon een beetje lastig. Maar jullie kunnen hem wel verstaan. Dus dat is mooi. Dat ik wat zachter ben, dat kan kloppen, ja. Maar dat komt, jongens en meisjes. Mitchell die is hier in Antwerpen en die zit op mijn laptop. Dus dat betekent dat hij één kamer naast mij zit eigenlijk. Dat ik als ik nu schil, horen jullie het denk ik wel. Dat is al een optie. Mitchell kan schreeuwen als jullie hem echt niet verstaan, jongens. It's all possible. Hé, kijk aan mijn kant. Doe maar niet, straks worden de buren wakker. Straks worden de buren wakker, ja. Even kijken, is dat huis al geloot? Ja, dat is al helemaal kapot gemaakt, 100%. Oh, Mitchell, de storm komt er weer aan, hè? Oh, nee, Job. Waarom? We zijn veel te gefocust geweest op de stream. We zijn veel te... Ja, jongens, voor de mensen die denken, Job, hoe krijg je het nou weer voor elkaar? Nee, ik word beschoten. Ben je serieus? Ja. Dus er zit gewoon nog iemand in de storm en die kan dat niet hebben en die uit het op jou. Oh, nee, Job. Ik zit op het puntje van mijn stoel, hè? Oh, nee, Job. Jij ook al. Ik word beschoten door iets, hè? Ja, ik ook. Hé, hey, maar nu killen ze sneller. Bro, dit is niet meer leuk. Joop, hoe groot is de kans dat we het overleven? Ik heb 50 health. Voor mij, ik ga het overleven, maar ik ga het like... 45. Ah, jongens, nee! Nee! Oh, die was smart. Joop. 33, 32. Ja, ik kom er wel uit, like. Mitchell, je voeten stinken naar oude voeten, zie ik voorbij komen in de chat. Ik weet het. Ja, down. Ik word neergeschoten terwijl ik in een storm zit, bro. Ik ben knocked. Dit is niet meer leuk. Ik heb nog... Je moet het alleen doen, bro. Je moet het alleen doen. Job, kom me helpen. Kom me reviven. Doe het. Nee. Ah, je bent bijna dood. Laat maar. Je hebt geen nut. Ja. Bro. Ah, nee! Oh, jongens en meisjes. Dit was even vanwege de technical difficulties die we hadden. Jullie hoorden Mitchell niet goed. Dat moesten we oplossen in een stream. En toen zijn we dus niet helemaal gefocust gebleven. Ja. Nou, kan gebeuren, dat is ook verder helemaal niet erg. Ik zou zeggen, Mitchell, laten we het gewoon lekker nog een keer proberen. Want dat doen wij gewoon even. Jongens... Vallen en opstaan noemen ze dat. Ja, dat noemen ze gewoon vallen en opstaan. Ik heb een idee, jongens. Als jullie nou even een blauw duimpje omhoog doen, gaan we bij de 2000 likes, ga ik een namenrondje doen. Dat betekent dat als jij een leuke reactie achterlaat, ik jouw naam ga opnoemen in de stream. En zo maak je ook automatisch kans op het winnen van 500 Robux en een skin, gratis skin. Dus even liken, met z'n allen, lekker doen. 2000 mensen kijken mee. Liken. Ik hoop dat jullie... Mitchell, die microfoon ligt daar echt niet, of wel? Heb je die echt niet zien liggen? Ligt die niet bij jou? Kun je anders... Het is heel raar, jongens. Heel onprofessioneel te spuiten, maar dat heb je als het een livestream is. Kun jij even Jeyoon appen en vragen waar die ligt? En dan hou ik ondertussen de kijkers bezig. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ik zet het in een waypoint, dus je kunt ondertussen een beetje spelen, maar dan wordt dat geregeld. Dames en heren, wij gaan naar Wailing Woods. Want voor de mensen die het nog niet hebben meegekregen, dat zijn dan denk ik niet de mensen die er gisteren wel bij waren, want die weten het al. Er is een mysterieus wezen gedetecteerd in Wailing Woods, namelijk Slender. En wij willen die tegenkomen, of niet, Mitchell? Zekerste weten. Daar gaan wij tenminste heel erg ons best voor doen. Nou, zolang Jeyoon zijn telefoon... Oh nee, wacht even, je moet hem twitteren, sorry. Zijn telefoon is natuurlijk kapot. Oh ja. Dat is Jeyoon, hè, jongens. Ja, als we zo tegen land zijn, twitter je hem gewoon even heel snel. Waar ligt de mic? Want we zijn live en problemen en mensen en... The whole story. Oh, hij stuurt een spraakmemo, huh? Stuurt hij een spraakmemo? Ja, Spelen maar niet zomaar af, want we kennen Jeyoon inmiddels. We kennen Jeyoon, ja. Jongens... In het midden van de Middenlanden? Ja, dat kan. Een beetje afhankelijk van of er nog meer mensen zijn. Want soms zie je namelijk ook kisten die gewoon tussen de bomen in zitten. Die kunnen we ook... Ja, daar is er eentje op die... Ik pak diegene op de bus. Ga jij maar alvast gewoon echt naar het midden toe. Oh, moet ik alvast naar het midden? Ja, ik pak degene op de... Ja, bus, camper. De camper, jongens. Ik pak degene op de camper. Je bent zelf een camper. Camper, oh my god. En stel van, je hebt een camper in een camper. Dat is een hele raar is dat, maar... Weet je hoe ze dat noemen? Wat is dat? Weet je hoe ze dat noemen, joh? Een camper in een camper. Hoe noemen ze dat?
Een camper op vakantie. Een camper op vakantie. Jongen, 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 jongen. We zijn nee, door, jongens. Ik heb een light machine gun. Een light machine gun, dat is lekker. Ik zie daar ook nog een kistje liggen, die neem ik met ook even mee. 128 kogels. Jongens, ik heb een leuke vraag en die vraag heb ik gisteren ook gesteld, maar het is weer een nieuwe stream, dat betekent nieuwe antwoorden. Als jullie een karakter zouden mogen kiezen uit een televisieserie, een cartoon of een andere game, maakt niet uit wat, misschien wel een real life karakter. Welke karakter zouden jullie dan graag nog in Fortnite willen zien? Welke zou jij graag willen zien, Mitchell? Weet je wat mij grappig lijkt juist? Dat je jezelf kan maken. Dat je echt je eigen skin kunt maken? Ja. Dat zou wel echt super gruwelijk zijn eigenlijk, als je er zo over nadenkt. En joh, misschien zit dat er ook aan te komen hoor. Houd trouwens je ogen goed open, Mitchell, want Slender die is hier dus wel degelijk in Wailing Woods. Ik was niet van plan ze dicht te doen inderdaad met Slender. Kijk maar goed uit, want Slender is geen aardige rakker namelijk. Nee, er wel. Zo. Ja, Slender en ik die hebben bij elkaar op de basisschool gezeten, jongens. Ik weet precies waar ik het over heb. Altijd tijdens voetballen moest hij vals spelen met zijn lange armen. Kon hij namelijk hartstikke goed keepen. Dus, was dat niet met basketbal, dat hij er makkelijk erin kon? En met basketbal was Slender ook echt een succes. Handje drukken, ook een goed voorbeeld. Ja. Een werkelijk ware baas was het. Welke horrorkarakter ben jij nou eigenlijk het bangst voor? Mocht hij in real life daadwerkelijk bestaan? Ja, als je er eentje zou kiezen. Oeh. Ik durf dat echt niet te zeggen, man. Weet je welke mij heel, heel, heel erg eng lijkt? Nou? Freddy Krueger, die guy die in je nachtmerries kan komen. Ja, mensen. Op hardcore feestjes is die guy populair. Freddy Krueger. Is geen grap, hè? Ja, ik ben daar niet zo van, man. Ik speel Fortnite in mijn vrije tijd, dus... Ja, ik ook. Wij zijn niet zo op dat, jongens. Wij zijn niet echt op uitgaan. Wij zijn op... Nou ja, tenminste, tenzij onze telefoon leeg is, dan zijn we wel op uitgaan. Maar dat is vanzelfsprekend. Oh my god, Mitchell! Ik dacht heel even dat het Slendy was. Slendy. Hey, Job, ik heb iets voor je. Kom eens. Cadeautje. Ga je me nu iets heel naars geven, Mitchell, of krijg ik iets leuks? Ik ga je heel leuks geven, eigenlijk. Nou, wat is het, meneer de Chinese man? Hey, drank! Niet te veel drinken, hè? Drink met mate. Drink met mate, nou dat doen we nu op dit moment, dus dat is prima. Zo. Jongen, 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 jongen. Wat is jullie allerslechtste mop, jongens? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Laat het mij hier beneden, laat ons in de comments weten, want wij zijn ook echt van de droge moppen, dus wij zijn er benieuwd naar. Hoeveel hout heb je, Mitchell? Ik heb 189. Maar ja, er is genoeg hout in het bos, dus dan maken we even... Hé, hey, we moeten weer rennen voor de storm, hè? Anders kijk hoe ver, we moeten echt gaan nu. Ja, laten we nu gaan. Trouwens, ik heb een leuk verhaaltje, kort maar krachtig. Ik keek laatst een documentaire, jongens, en dat was op TLC, geloof ik, of zo. En dat ging erover dat er een onderzoek is gedaan naar hoe oud mensen kunnen worden. En schijnbaar is de persoon die momenteel 1000 jaar oud gaat worden al geboren op deze aarde. Haha, dat is Mitch voeten. En dan ben jij Mitchell, jij wordt 1000, bro! Wat is dat? Nee, dat zou ik niet bro! Doen. Heb je Slender gevonden? Luister, bro, ik ben serieus, wat is dat? Ik kom eraan. Mijn hart, broer! Dat leek legit op een raar beest, maar dat is gewoon een houtstronk. Ja, dat is waarschijnlijk hoe de meeste mythes en legendes tot stand komen. Oh my god, kijk, een monster. Oh nee, het is hout. Oh, oké. Kan ook. Is niet erg. En dat is wel naar, zeg maar. Alle foto's van zogeheten mysterieuze en mythische wezens, die lijken meer op pixels 10.000 miljoen keer ingezoomd dan op echt daadwerkelijk een beest, maar je weet toch? Geloof jij in Slender, Mitchell? Nee, ik geloof wel in andere dingen. Geloof je in buitenaards leven? Dat is een interessante. Ja, dat denk ik wel. Maar niet zozeer in alien hoe we ze kennen van films. Maar er zou zomaar iets kunnen zijn, al zijn het miertjes of zo, weet je? Niet van die mini-miertjes die met elkaar overleggen. Ja, hoe gaan we de aarde overnemen? Het zou, weet je, er zijn oneindig, ze zeggen dat er evenveel planeten zijn als zandkorrels. Dus als je er zo over nadenkt, zit daar sowieso een planeet bij waar buitenaards leven is natuurlijk. Precies wat ik bedoel. Het is veel te groot als te oneindig laten zijn. Ja, dat bedoel ik. Nee, ik denk eerlijk gezegd wel dat er buitenaards leven is. De vraag is dan natuurlijk alleen, is dat buitenaards leven, is het mogelijk dat dat hier naartoe komt, naar onze aarde? En dat is denk ik wat iedereen zich afvraagt. Hé, wacht eens even, er was hier een kist, maar ik ben hem even kwijt. Hé, hey, maar we moeten nog steeds rennen voor de cirkel. Nou, nu word ik helemaal gek. Ah, hier is die, Jan. Nice. Oké. Ja, ik kom eraan, hoor. Ik neem heel snel deze. Zo. Oké, nou, dan ga ik er nu vandoor. Where are you, my friend? Feet. Mitchell Feet. I'm behind you. Let's go, man. Ik zie hier nog wel wat leuke dingen. Waar ga je heen? Oh, wat doe ik? Oh, nee! Oh, hier is ook nog een kist, dat meen je niet. Job, stop. Nee, laat. 2 minuten, de cirkel. Ah, 2 minuten.
Ah, Ctrl A bedoel je? Ja! En dat zeg is... ik, we moeten weg! En dit is waarom Job niet normaal kan samenwerken in games. Hij er wordt 10.000 keer gezegd, Job, weglezen! Ja, waarom dan? Ja. Ik ben dood. Niet. Ik ben legit dood. Ik kwam in één keer iets achter me. Oké, jongens, gameplay van Mitchell, let's go. Kerstboom up, weg ermee. Jullie gaan even met Mitchell meekijken, terwijl ik even nog een beetje drinken erbij pak. Be right back. Mitchell, you got this, man. You got this. Praat I met. Got this, oké. Okay. Guys? Ik ga even kijken of ik nog wat loot kan vinden. Ik moet wel naar Dusty Devolt, hè. Ik haat die plek. Ik vind het gewoon geen fijne plek. Nou, laten we even gaan kijken. Dusty Devolt, jongens. Daar heb je van die meteorietjes tegenwoordig, hè, die je kan eten. Oh, ik ga damage pakken. Oh nee, toch niet. Kijk. Wat is dit? Wat? Je moet zo vaak op deze ijskowagen slaan. Je moet... zo vaak op deze ijskowagen slaan. Mitchell! Oh my god, Mitchell! Ja. Mitchell, Job, ik geloof je niet, bro. Job, ik heb de ijskowagen. Ik ben juist aan mijn deur geweest en dat was Slender. Zonder gezicht. Tenminste, nee. Dacht ik. Maar het was mijn wiskundeleraar, Mitchell. Oh. Mijn wiskundeleraar stond voor mijn deur. Job. Hij was boos, want ik had huiswerk opgegeten. Kijk, de ijskowcar. Dit is die jij bedoelde. Ja, die wordt niet kapot, jongens. Deze moet je 100.000 keer hitten voordat hij kapot gaat. Het is bizar. Oké, jongens en meisjes, terwijl Mitchell lekker verder speelt, wat jullie gewoon lekker kunnen zien, ga ik ondertussen even een namenrondje doen. Even kijken, shoutout naar Wilma, shoutout naar Bart, shoutout naar Erzialo, shoutout naar Isis, shoutout naar Bart, shoutout naar JNM, shoutout naar Danny, shoutout naar Johan, shoutout naar Jan, shoutout naar Suzy, shoutout naar Omar, shoutout naar Gitte, shoutout naar Jason, shoutout naar... Zoveel shoutouts, mijn hoofd wordt helemaal geshoutout. Shoutout naar Ro, shoutout naar Steffi Boy, shoutout naar Lotte, shoutout naar Starly, shoutout naar Pamela, shoutout naar Joppe. Hey, nice man, gezellig dat je er ook bij bent. Als in, het is Joppe een soort van, dus dat vind ik leuk. Er zit sowieso wel een Job die meekijkt, dat kan toch niet anders jongens. Er kijken bijna 2.500 mensen mee. Is er toevallig een Job? Tijmen, Kadim. Ik heb een kill. Guus, Eamon, Quint, heb je kill? Oh, Mitchell, de kill man! Oh nee, Mitchell! Oh nee, Mitchell! Nee! Ah, jammer dit! Jongens, jullie mogen bepalen waar wij naartoe moeten. In de tussentijd ga ik een namenrondje doen, maar spam alvast waar wij zometeen moeten droppen. Moment. Spam het! Ik mute mezelf even, want dan kan ik even... de microfoon. ...luisteren naar Jay. Oké, dan ga dat eens even doen. Dan ga ik ondertussen verder met het namenrondje en jullie moeten dus even spammen waar wij moeten droppen. Druk wel alvast ready als je wil, man. Zo. Shoutout naar Tarik, shoutout naar Monika, shoutout naar Thijs, shoutout naar Oliver, shoutout naar Nikki, shoutout naar Anita, shoutout naar Anas, shoutout naar Lisanne, shoutout naar Julie, shoutout naar... Hey Job, ik zie je Job, yay! Ik ben niet de enige! Shoutout naar je bureau waar de microfoon op zou liggen. Sorry, pardon? Shoutout naar het bureau waar de microfoon op zou moeten liggen. Oh, shoutout naar het bureau, nou dan moet je maar even verder met Jeroen praten, want hij moet jou even laten zien waar die ligt, want dat is echt van belang. Zeg dat dan maar even. Shoutout naar Rick, shoutout naar Rami, shoutout naar Gabi, shoutout naar Teun, shoutout naar Matt. Ik vind het zo leuk dat ik jullie allemaal een shoutout kan geven. Roep je vrienden, vriendinnetjes like, want bij de 3000 likes ga ik weer iets nieuws kopen in Fortnite. En bij de 4000 likes ga ik de winnaar bekendmaken van de 500 Robux, 500 V-Bucks en de skin die je daar automatisch bij krijgt. En de allerlaatste shoutout gaat naar Senna, Stef, Skilias en als laatste naar Jordi, Jason en Joey. Shoutout naar jullie. Oké, Job, de microfoon ligt dus niet bij jou op het bureau. Bij mij op het bureau? Bij mij? Hoezo zou die bij mij moeten liggen, bro? Dat zegt hij. Zeg maar even tegen Jeroen dat ik heel boos word, want dat is niet zo. Dat is niet waar. Ik weet niet hoe die daarmee gaat. Dat is echt van belang. Hij zegt, ik zeg toch net... Kun je hey, mogen, klik even op Randy, man. Klik even op Randy, man. Hoek van zijn kamer, bij het raam. Bro, ik druk even op Randy. Ik ga daar zo even kijken, maar druk even op Randy, man. Dan kijken 2000 mensen. Oké, shout-out naar Jana. We gaan weer beginnen, jongens. Nieuw potje. Let's go. Ben je gereden, bro? Nee, ik moest nog naar de lobby. Ik was bezig met Jay. Oké, let's go. Laten we gaan beginnen, jongens. Waar moeten wij droppen? Where do we have to drop? Ik zie mensen tilted. Willen jullie niet dat wij Slender zien, jongens? Ik ben daar namelijk echt heel erg benieuwd naar. Het lijkt me zo vet als we die tegenkomen. In de video, of in de livestream. Dat is nog een stuk vetter. Let's go. Ik ga ondertussen even kijken of de microfoon daar ligt, jongens. Het spijt me. Nou, geen microfoon te bekennen, jongens. Dus jullie zullen het even moeten doen met Mitchell. Zijn huidige status van stem. Ik denk dat jullie dat ook niet heel erg vinden. Is Mitchell gewoon, ja, ik wou bijna... Oh nee, Mitchell, ik heb misschien een idee wat we kunnen doen. Nou, vertel. Anders bel jij mij even op Skype via je telefoon, dan hoor ik je stem veel beter.
Ja, maar dat gaat niet. Via mijn telefoon, bel je jouw Skype. Ja, maar dat gaat niet. Oh, dat gaat niet? Oké, nou dan doen we het even op deze manier. Geen probleem. Anders heb ik laten geen geluid hier op de laptop. Ah, oké, nee, natuurlijk. Oké, nou dan gaan we verder jongens, let's go. Waar moeten wij doppen? Weet je wat we gaan doen? We pakken even een leuke plek en dat is gewoon hier zo. Dat zijn twee huizen in de buurt van Risky Reels en Wailing Woods. Oeh, mijn lievelingsplek. Nee, hij zit... Oh, is iets meer hier? Kijk, perfect. Nou, Mitchell vindt dat een hele fijne plek om naartoe te gaan. Ik wil het ook wel eens een keer proberen, dus ik zou zeggen... Ik heb het al vaker gedaan natuurlijk, maar hey. Gewoon nog een keer. Let's go. Daar gaan we. Jongens, 1, 2, hartstikke idee. Oh ja, trouwens jongens, weet je wat wel echt heel leuk is om te vertellen? Het verhaal van Slender is tot stand gekomen door een fotowedstrijd op een middelbare school. Ja, want er was namelijk een fotowedstrijd gaande en de opdracht van die wedstrijd was... probeer een niet bestaand wezen in een foto te verwerken. En toen is de allereerste foto van Slender tot stand gekomen van een langwerpig figuur wat achter een aantal kinderen stond. Maar dat is dus eigenlijk geëdit. Dus dan kun je jezelf afvragen, bestaat Slender of is die gewoon gebaseerd op een schoolopdracht? En toen werd Mitchell voeten geboren. En toen werd Mitchell geboren en ik kwam Jopper achteraan. Welke pakken we? Deze twee? Okay. Ouder. Ik pak deze wel met de kelder zo. Hopsakeetje. Oh, die pak je altijd je eigen osso, toch? Lekker met een keldertje erbij, helemaal... Oeh! Ik heb de nieuwe! Ik heb de nieuwe Burst Assault Rifle heb ik gekregen. Lekker hoor. Ik moet... Deed jij dat? Hallo? Wat de heck? Wat? Wat ben je aan het doen? Er stond hier in één keer iemand, bro. Is hij al dood? Ja, nu wel. Ik ben wel vies gehit gewoon met dat rare ding van hem. Nou, dat komt wel goed. Ik vind zometeen wel bandages. Oké, ik heb de eerste kill heb ik in ieder geval al in de pocket, jongens. Ik dacht dat jij dat was, Mitchell. Ik was zo van mijn apropos. Nee. Ik denk van, wat moet ik nou doen? Zo de knetter! Wat een spetter, dankjewel, Job. Zo de knetter! Ik heb een Burst Assault Rifle super rare. En ik heb een Heavy Shotgun super rare. En ik heb een Legendary Slurp. Of een Slurp, wat zeg ik nou weer? Een Jug. Nou, jongens en maasjes, wat is dat nou weer voor van... Fantastische loot. Worden. Het moet niet gekker worden, jongens. Echt niet. Even kijken. Hey, Job. Oh, nee! Nee, Mitchell, niet schieten! Oké, jongens, we gaan echt legit ons best doen om te winnen. Dus we houden het een beetje serieus. Jij hebt dit huis al helemaal onderzocht hier? Zo goed als, ja. Maar je kent mij, hè, qua onderzoeken. Ja, Mitchell, die moet geen Sherlock Holmes worden, want hij laat soms gewoon... Geen detective worden, inderdaad. Ja. Hij laat soms gewoon dingen liggen. Oké, laten wij, terwijl wij nog wat bomen meenemen, wel een beetje alvast richting de cirkel lopen. Zodat we dat probleem zo meteen niet hebben dat we daar nog naartoe moeten. In ieder geval, jongens, wat vinden jullie van Fortnite zoals het nu is vergeleken met hoe het was? Vinden jullie dat Fortnite leuker is geworden met alle nieuwe dingen die erbij zijn bijgekomen? Of vinden jullie het nu een beetje te veel? Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Wat vind jij, Mitchell? Aan het begin vond ik het echt gewoon shitty. Toen al die dingen... Nee, dat meen je niet. Hebben we nou echt zoveel geluk, Mitchell? Dat ga je hem niet vertellen, toch? Wat? We kunnen een Scar krijgen. Nee. Ik ben bloedserieus. Hoeveel heb je nodig? Wij hebben nodig, Mitchell... 500 hout. En dan hebben wij een Scar. En ik wil die... Oh nee, laat maar. 500 steen. Oeh, dat wordt wel een stuk lastiger. Hoezo? Nou ja, 500 steen. Dat verzamel je wel iets langzamer natuurlijk. Hé, hey, we moeten op de cirkel letten. Ja, ik zou zeggen, laten we er vandoor gaan. Dat lijkt mij een verstandiger idee. Qua loot zit ik zo... Heb jij toevallig al een assault rifle? Ja, ik heb er twee. Ik heb een burst assault ook. Heb je die ook? Wil je een burst assault? Nee, die heb ik al. In super rare. Maar die heb je dus ook gekregen. Dat is mooi. Dat is fantastisch. Hey, moet die er weer bij gooien hoor? Die heb ik al in super rare. Ja, ik moet het even toch laten weten jongens dat ik de allerzeldzaamste editie heb van de Burst Assault Rifle. Even kijken hoor. Ik zie hier niks om me heen man, dat maakt me wel enigszins verontrustend, want we zitten wel bijna in de cirkel natuurlijk. Nee, helemaal niks. Ja, stel voor je zou Slender kunnen spelen. Stel voor je zou hem kunnen killen en als je hem hebt gekillt, dan heb je zijn skin unlocked. Dat vind ik een originele. Dat is een goeie. Oh ja, jullie wouden dat ik een Battle Pass ging kopen. Weet je, dan spreek ik iets af. Hoeveel likes hebben we nu? Bijna 2000 likes. Bijna 2000. Spreek ik af dat ik bij de 3000 likes een Battle Pass ga kopen, jongens. Dus like de video massaal. En als je een shout-out wil in de stream, moet je ook even liken. Lekker meechatten. En nogmaals, mijn excuses voor... Weet je wat, jongens? Ik beloof jullie dat ik een nieuwe microfoon koop na deze livestream. Die vanaf nu standaard in mijn huis ligt voor de gast die met mij meespeelt. Mitchell, kijk uit. Dat ben ik. Ben jij dat?
Ah, bro, dat moet je echt niet doen, man. Ik heb heel veel hout nu verspild. Hoe? Oh, lama! Oh, waar? Oh, lama! Wat? Nee, joh! Ik kan hem kapot schieten. Nee, 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 hey, Mitchell. Grapje. Je weet toch, dat zijn zeg maar dingen, dat is een ander niveau van wat je niet moet doen. Op een andere level, spaal hoor je ze. Oh, ik wil hem even bewonderen, man. Ik vind een lama zo vet in Fortnite, hè. 1, 2... Huh? Je had hem bijna kapot, hè, Mitchell. Echt waar, jij bent... Oh, wacht, heb jij toevallig heel erg veel hout gekregen? Ah, nee! Ik wil niet dansen, Mitchell! Daar heb ik toch helemaal geen zin in? Ik heb geen zin om te dansen. Ik heb 641 hout, 531... Nee, dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel. Mitchell! Yes, we kunnen een scar krijgen! Oh, we hebben zoveel geluk! Nee, want er moet je steen voor hebben. Ja, en dat heb ik! Oh, ja. Nee. Oh, en ik kan een slurp... Oh, die wil ik ook eigenlijk wel hebben. Heb je metaal? Pak jij die scar! Ai, oké, okay. En dan pak ik die slurpen bij me voor de zekerheid. Wat ziek idee. Zo, jongens, lekker. Of ja, dat is een chuck natuurlijk, sorry. Oké, we zijn lekker bezig. Wat gaan we dik? Ik denk dat wij sowieso wel de meest dikgaande Fortnite-spelers zijn op dit moment. Ja, oops, ik ga zeker wel 50 kilo, je weet niks. Kijk, dan je kunt zeggen over Jeyun wat je wilt, maar hij is echt de meest dikgaande Fortnite-speler die er is, hoor. Zo de knetter, daar word je bijna bang van. Zo de knetter, wat de spetter, zeg je dan. We zijn wel echt heel erg lekker bezig. Tenminste, of we nou lekker bezig zijn, dat moet nog blijken wanneer er een speler achter ons aankomt. Maar qua loot gaan we wel echt heel erg goed. Heerlijk. Ik heb wel al mijn steen uitgegeven. Ik voel me nu echt gewoon die guy die zo een maand lang ergens werkt en alles uitgeeft aan een onderbroek of zo. En als een money uitgeeft gewoon. Gewoon echt zo splashed gewoon. Gewoon die gaat één keer uit, die koopt 3 flessen van 500 euro. Oh, Mitchell. Waar? Waar zie je mensen? Er komt er daar eentje aan. Waar? Daar loopt er eentje, zie je hem? Oh ja. Daar verderop. Ik raak hem niet. We moeten er even iets wat naar. Ik heb een assault rifle met scope. Bro, wat zijn we aan het doen? Ik ben dood! Mitchell! Heal me snel! Wacht. Oh, dit is zo eng! Oh nee, hij schiet iets! Oh, Mitchell, pak hem! Mitchell, ik ben dood! Ik ben dood, Mitchell! Oh nee, Mitchell! Nee! Ah, nee, Mitchell! Ik ben zo dood! Job, je hebt wel 2000 likes. Ja, maar bij de 3000 likes ga ik een ding kopen. Dus ik ben benieuwd. Oh, jongens, wat balen. Wacht eens even. Ik zie hier een microfoon liggen, jongens. Ik denk dat we gered zijn. Mitchell, hou de kijkers even bezig. Ik kom naar je toe, jongen. Oké. Hallo allemaal. Nou, daar is Jopje hoor. Ik weet niet of dit een goede microfoon is. Nou, het ziet eruit als een microfoon van SingStar. Ja, dat gaat niet, man. Hoor dan weer zitten erin. Kan dat echt niet? Dan hoor ik dit niet meer. Heb je geen andere input voor? Nee, dat denk ik niet. Ah, nee! En met jouw laptop? Nee, ook niet. En wat als je op jouw laptop schrijft? Ja, maar dan hoor ik toch geen. Ja, ook. Oeh, ja, maar dan hoor ik jou toch niet? Dan zet je mij gewoon op speaker. Ja, maar dan hoor je jezelf. We kijken even hoe dat doet. Probeer dat eens gewoon. We gaan even alles proberen. Oké. Jongens. Oké, nou weet je, ik vind het ook niet heel erg. Laat maar even anders, jongens. Sorry, ik vind het echt zo onprofessioneel, maar dat is even niet anders. We hebben even wat, wat technical issues, zou je wel kunnen zeggen. Ik doe in ieder geval alvast ready. Dan kunnen we in ieder geval verder spelen. Moment hoor. Moet ik op mijn eigen ding komen? Op je Skype? Ja. Nee, kom maar gewoon, want ik zie dat mensen allemaal willen dat we beginnen. Skip. Ja, let's go. Druk maar op ready wanneer je weer terug bent. Oh, moment, ik moet nog naar de lobby hoor. Oké, jongens, ik ga ondertussen even kijken in de chat wat onze grote vrienden, kijkers nog te melden hebben. Even kijken, wat zeggen jullie allemaal. In ieder geval, jongens,
Wat ik een leuke vraag. Welke soort modus zouden jullie er nog bij willen zien in Fortnite? Is er een bepaald soort modus waarvan jullie denken, oh my god, als dat een modus zou zijn in Fortnite? Bijvoorbeeld een Minecraft modus, dat je gewoon in plaats van vecht in Fortnite moet proberen om epische dingen te bouwen met misschien wel meerdere soorten bouwmaterialen. Laat het me in de comments weten, want ik ben echt super benieuwd. En wij gaan lekker verder spelen, man. Wat me tof lijkt in Fortnite, jij hebt wel Call of Duty gespeeld, toch? Absoluut, absoluut. Ja, ja. Oké, Gun Game. Gun Game, ja, dat is ook heel erg tof. Ja, ja, dus zeg maar, je moet iemand killen en dan krijg je een andere gun. Dat lijkt me ook vet, jongens, dat als je dan iemand killt, dat je dan bijvoorbeeld of een heavy shot kunt krijgen, of een RPG. En elke keer wanneer je weer iemand killt, krijg je of een beter, of misschien een iets minder goed wapen. Dus dat is dan elke keer verschillend. Je begint dus zeg maar met je handgun. Met je bel. Nee, met je bel. Oh ja, met je bel natuurlijk, ja, oké. Okay. En dan komt er een handgun en dan eindig je met een scar of zo. Of met een kruisboog. Eigenlijk is dat best wel heel erg sick, inderdaad. Oké, we gaan eens even kijken waar we naartoe moeten. Ik zou zeggen, laten we weer even naar Wailing gaan. Want ik weet dat mensen zich nog steeds afvragen hoe dat zit met Slender. Dus laten we dat eens even gaan proberen, jongens. Ik heb er zin in, let's go. Op naar Wailing Woods. Wailing Woods, Wailing Woods. Wat vinden jullie de allerleukste plek om te landen? Want ik denk dat nog steeds wel één van de bekendste plekken Tilted Towers is. Want ook elke keer wanneer ik dat vraag, zie ik jullie allemaal nog spammen. Gaan naar Tilted. Dus ik ben benieuwd. Oké, okay, let's go. Daar gaan we, jongens. Op naar Wailing Woods. Van weer naar het midden, Job. Ja, we kijken wel even. Als we maar gewoon allebei in Wailing Woods wandelen, is het goed. Misschien dat jij bijvoorbeeld in het midden landt. En als ik een kist zie aan de zijkant, dan pak ik die wel. Ja, in het midden zijn 3 kisten, heb ik net ontdekt. 3? Ik heb er 3 gepakt net. Dat zijn wel een hoop kisten. En nog gingen we dood. Nou, jongens, dat is apart. We gaan eens even kijken in het midden. Of tenminste, misschien dat ik aan de zijkant al iets tegenkom, maar midden zou inderdaad wel mooi zijn. Wat is dat? Ik pak het huisje. Heb ik al een gun? Oh, er ligt hier wel een vending machine, maar... Ja, of we daar veel aan hebben, dat betwijfel. Oh, hé, hey, kijk, een kistie! Ik zie al 2 kisten. Oeh, nice. Een blauwe gun. In ieder geval, jongens, ik ben benieuwd welke skins er allemaal bij gaan komen. Ik heb begrepen dat er een leak is gekomen van de skins die we in Season 5 kunnen verwachten. En die zagen er heel erg vet uit. Dus ik ben heel erg benieuwd in hoeverre ze dat ook echt gaan waarmaken. Of dat ook echt nu de definitieve skins zijn die erin gaan komen. Maar ik hoop eigenlijk wel op iets wat engers of zo. Net zoals de Raven die ze toen hadden. Ik hoop hier zo'n soort skin te krijgen, eerlijk gezegd. Dat vond ik wel vet. Lekker creepy. Lekker spannend. Lukt het daar een beetje, Mitchell? Zeker te weten. Zo. Nou, ik vind het zo grappig dat er nu al gewoon 20 mensen dood zijn. Dat zijn de mensen die waarschijnlijk naar plekken toe gaan zoals Tilted en zo. En die overleven dat dan gewoon ook niet. Oeh. Wat heb je gekregen? We zitten perfect. Nee, we zitten in een cirkel. Perfect. Oeh, ik zie hier iets liggen. En dat is een sniper. Oké, dan. Is die blauw zeker? Ja, dat is de blauwe sniper. Is nog iets anders? Hé, dat ben jij, hè, Mitchell? Ja, dat ben ik. Rustig aan. Shotgun, ik heb, laat maar, je hebt al shoot potion gepakt. Ja, ik heb 50%. Wacht even met die boogiebom, want voor hetzelfde geld kunnen we dat zo meteen nog gebruiken. Voor hetzelfde geld komt er iemand inderdaad. En als je hem opgooit, dan kan die lekker jansen en dan schieten wij op. Ik heb een kissie. En ik heb een slurp juice. Ik hoor nog een kist, bro, maar ik... Ah, hier is die! Ik schrok, jongens! Die vogelverschrikker jaagt me het stuipen op mijn lijf. Oeh, nice. Een first mat, of een first aid kit. Een mat kit noemen ze dat. Heb ik nou 100-100 jaar, hè? Nou jongens, daar gaan we. De bedoeling is natuurlijk dat wij proberen zo lang mogelijk in leven te blijven. Maar als een soort van side mission hebben wij voor onszelf gesteld. Dat wij heel erg graag Slendy Slen zouden willen tegenkomen. Dat zou perfect zijn. Hey, en morgen... dat was je bijnaam, hè? Slendy Slen. Slendy, ja, Mr. Slendy Slen. Ja, dat vond ik echt een leuke. Klinkt als een of andere gekke mini cartoon guy. Ja, in zo'n cartoon guy, ja. Perfect is dat. Oeh, daar is nog een kist. Nice. Jongens... Mitchell zijn microfoon, of Joe zijn microfoon, afhankelijk van met wie ik livestream. Mocht diegene bij mij thuis zijn tijdens de duo livestream, dan zorg ik ervoor dat hij vanaf nu een goede mic gaat hebben. Want ik ga namelijk dezelfde mic die ik nu heb, ga ik er nog eens een keer bij kopen. Want ik vind het belangrijk dat jullie iedereen goed kunnen verstaan. Zo, wat zit erin? Ah, dat is zo tegenvallend. Hey, ik heb trouwens een funny moments bekeken, bro. Ik ging helemaal stuk. Er was iemand die maakte een kist open. Raad wat hij eruit kreeg. Niks. Helemaal niks, bro. Kan dat? Dat is gewoon schijnbaar een bug. Dat er zijn hele sommige kisten waar niets in zit wanneer je het openmaakt in Fortnite. Dat is naar toch, bro? Dan heb je eindelijk een kist gevonden, zit er niets in. Nou, dan voel je je op de vingertjes getikt van jij moet minder spelen. Jij moet niet meer in Fortnite komen rond dit tijdstip.
Lijkt me inderdaad niet zo fijn. Even dit goed zetten, oh god. Hoor je me nog, Mitchell? Ik hoor je prima. Zo, nice. Gaan we weer verder. Zeg maar wat het is, ik had Jeroen ooit een microfoon gegeven, jongens. Dezelfde microfoon die ik overigens heb. Nee, Jeroen die kan niet zo goed met zijn spullen omgaan. Dus die microfoon die is schijnbaar alweer kapot gegaan. Hoe dan? Kijk, ik heb geen idee. Ja, ik ga ook niet altijd even rustig met mijn microfoon om, maar die van mij die leeft nog wel. Wat gebeurt er, Mitchell? Dat was ik. Wat was dat? Ik maakte elektriciteitskastjes kapot. Nou, dat is de reden waarom je Mitchell niet moet inhuren als elektricien, want de kans is heel groot. Oh nee, Mitchell, dit is privé draai... Dat ben jij, hè? Ja, dat was ik. Oké, dat was best wel zonde eigenlijk, want dat konden we misschien nog... Nou, nee joh, dat kan je niet lekker gebruiken. Nee, vind je dat niks om te gebruiken? Nee, man. Ja, op zich, je hebt er ook niet echt tijd voor natuurlijk. Als iemand op je schiet, dan wil je hem eigenlijk direct terugschieten. Ja, als je boogiebom gooit, dan kan hij niet meer schieten, hè? Dat is wel weer voordeel. Is dat nou een kist daar? Waar? Nee, het is geen kist, het is een toeter. Toet, toet. Toeter. Toet, toet. Ja, ik heb nu natuurlijk wel een sniper, hè, jongens. Dus als we nou even een ik mooi... Ik ook. Ja, Mitchell ook. Dus we hebben eigenlijk allebei de mogelijkheid om een 4-aim iemand te raken. Heb je ooit een sniper kill gemaakt? Ja. Ik nog steeds niet gewoon. In solo, volgens mij. Ik check ondertussen even wat hier allemaal gaande is. Ik check dat huisje even. Ik zie daar een heel mooi tentenkampje. Oh, dat lijkt me leuk, jongens en meisjes. Stel voor, Wailing Woods zou daadwerkelijk een bos zijn op aarde. Zouden jullie er dan een nacht durven te slapen? Dat is wel echt een hele lastige. Dat is niet gebaseerd op iets in het echt. Is dat zo? Ik denk het wel, hoor. Zou best wel vet zijn. Als je gewoon een dagje naar Tilted Towers kan gaan. Dat lijkt me nou echt heel erg tof. Even shoppen met de boys. Even shoppen met alle shotgun en alle rifles en alle grenade launchers en weet ik veel wat je allemaal hebt. Oeh, een kist. Geef me iets goeds! Nou, dat is... Kijk, weet je, je moet een gegeven paard niet in de open bek kijken. Daar blijf ik bij. Maar soms heb je wel echt een hele nare loot in Fortnite. Ik mis nog steeds een shotgun. Ja, ik heb er eentje, maar het spijt me. Ik heb hem nodig. Die heb je zelf nodig natuurlijk. Mr. Shotgun. Mr. Ik heb 515 hout. Oeh, Mitchell, kijk uit. 131 is iets heel groots gebouwd. Niet. Is een hele trap, een heel systeem. Dat meen ik inderdaad. Ik ga even skiën, hoor. Zo. Lijkt leeg te zijn, man. Oh ja, wait a minute. Ik val wel mee hoe groot dat is, toch? Nee, maar het is wel alsof iemand daar echt in een gekke battle terecht kwam en alles op alles zet om niet dood te gaan. Oh, in een battle, ja, maar dat kan ook eeuwen geleden zijn, zeg maar. Kan, hoeft niet per se nu te zijn gebeurd, inderdaad. Ja, we zijn nu in retail, bro. Ik zou zeggen, laten we hier toch maar even genieten van wat er eventueel nog over is. Ja, aan de andere kant, het is natuurlijk afhankelijk van waar de cirkel naartoe gaat of we hier moeten blijven, ja of nee. True that, zeker waar. Helemaal mee eens. In ieder geval, jongens, een nachtje slapen in Wailing Woods. Mij lijkt het leuk. Laat in de comments weten of jullie dat zouden durven. Yo. Ja? Zullen we gewoon een keertje gaan kamperen? Hé, dat is leuk. Eigenlijk moeten we gewoon eens kijken of er in België of Nederland iets is wat lijkt op Wailing Woods qua plattegrond. En dan moeten we gewoon daar een nacht gaan slapen. Dat vind ik wel een goed plan eigenlijk. Er is wel iets, dat weet ik zeker. Want ik heb een filmpje gezien van Stuk TV, waar ze een auto hadden gedropt daar. En daar stond ook zo'n huisje in het midden van een bos. Nou, wie weet jongens, misschien zien jullie ons binnenkort in Wailing Woods. Zou leuk zijn, misschien vinden we Slender dan echt. Wie weet, we doen ons best. Hé, maar dan ga ik huilen, hè. Dan ga ik echt huilen. Wat is dat? Oh, dat meen je niet, bro. Hier is iemand dood gegaan. Oh. Hey, als je een shotgun nodig hebt, kom dan snel deze kant op. Ja, ben er. Oeh. Groen of blauw? Wat is beter? Blauw is altijd... Blauw is altijd beter. Jongens, er is iets wat ik hier niet vertrouw. En dat is zeg maar de stilte. Dat is de stilte voor de storm, hè? Dat is echt letterlijk... Ja, het is leuk dat je het zegt, want het komt... Er staat een airdrop. Waar? Geef me dekking, man, bro. Ik ben onderweg. Of komt hij, of is hij al gekomen? Zal ik even kijken? Nee, hij komt. Ik kijk even met mijn sniper. Ik zie niks, man, bro. Pak hem. Ik ben benieuwd wat je eruit krijgt, man. Als ik een trap eroverheen zet, dan komt hij alsnog, toch? Nee, dan landt... Oh, ja. Oké. Okay. Nee, hij komt nu hierop, wat doe je? Dat is toch niet erg? Dan bouwen we het gewoon zo dicht, toch? Je komt bouwt mij in, je hebt mij ingebouwd. Ik heb hem! Ik kwam echt zo kapoem!
I'm in. Uh-oh. Mitchell. Ah nee! Ah, ik wou jou nog hitten, Mitchell! Het ging zo snel! Ah shit, ik wou niet de trap ik zag nog die... Ja, dat is het gevaarlijke aan een airdrop, hè jongens. Die komt zo spontaan en op het moment dat er dan meer mensen zijn, dan ben je gewoon de pineut. Weet je wat vervelend is? Ik ben mijn toetsenbord thuis gewend en nu zit ik op een laptopje waar alle toetsen 10 keer zo klein zijn. Dat is ook een lastige, ja, klopt. Jongens, we gaan gewoon nog een potje doen. Even voor de duidelijkheid. Ik geef in deze livestream 4 bucks weg. 500 om precies te zijn. Niet alleen 4 bucks, maar ook een gratis skin. Mocht je daar nou kans op willen maken, het enige wat je dan hoeft te doen, is een hele dikke vette like op deze video. Abonneren op mijn YouTube kanaal. En uiteraard even een leuke comment achterlaten. En bij de 3000 likes koop ik een battle pass. Dus mocht je dat willen zien, ook even liken. Like gewoon massaal, weet je. Dat is even belangrijk. Ik heb nog nooit een battle pass gehad, hè. Heb je nou je hoortjes aangesloten? Mijn oortjes zijn altijd al aangesloten. Oh, je mic klinkt beter nu. Dus zo klinkt hij goed. Nou ja, dat is een beetje hard, Mitchell, maar... Maar doe dat maar niet, man. Dat is niet echt chill voor de kijkers, maar... Dan weet ik hem opgelost. Wacht, ik ga even een knoopje in mijn oordopjes leggen. Want dan is dat microfoontje dichter bij mijn mond. Oké, okay, verstandig. Goed idee. Gaan wij ondertussen lekker verder. Dames en heren, mijn liedje wat ik op YouTube heet gezet, heet Fortnite die is noob. Dus inderdaad, ik ben noob, maar daar heb ik niks op tegen, want dat kun je verwachten als je een YouTuber kijkt met een liedje genaamd Fortnite die is noob. Dat is niet heel... Hoor je me zo beter? Erg lastig. Ik hoor je iets beter, ja. Ja, zeker. Oh, waar gaan we heen? Ik zou zeggen, laten we naar Rescue... Nee, wacht. Ik wil eigenlijk even iets speciaals... Ah, kom maar, Dusty, man. Boeit niet. Let's try it. Dusty, we gaan toch wel dood. We gaan toch wel dood, jongens. Dus laten we het gewoon lekker even ervan nemen, toch? Zo doen we dat. Geniet van het leven. Ik ben nog steeds benieuwd, jongens, wat er nou met die kometen aan de hand is. Of met die meteorieten die zijn neergestort. Wegens al die verhalen die ik nog steeds hoor over... over dat het wel dino-eieren zouden kunnen zijn. Ik vind dat wel heel interessant. Stel voor, bro, er komen dino's. Het is ontzettend druk hier. Is het echt druk? Nou, ik ben benieuwd, Mitchell. We gaan ervoor. Waarschijnlijk gaan we gelijk dood, jongens. Bereid je maar voor. Ja, achter je. Pas op. Ah, dat is een noob skin. Maar ja, dat ben ik ook. Maar ja, oké, ik ben ook noob. Uh-oh. Als je een gun hebt? Ik ben dood. Ik heb geen gun. Ik heb wel een kist. Ben je dood? Nee. Heb je hem? Ja. Lekker, Job! Net op, lekker, op het nippertje, doe, want... Was hij alleen? Hij was wel in zijn eentje, ja, maar is hier helemaal geen kist of zo? Ik ga hier weg, man. Ik ga hier weg, man. Die lag in een container. Ik ga met je mee, wacht op mij. Wacht op mij dan, jongen! Wat laat je me in de steek? Ja, bro, Job. Het lijkt me niet echt verstandig om te gaan wachten met 70 health, man. Misschien dat ik toch maar alvast even moet lopen. Jongens en meisjes, dat was in ieder geval een kill. Ik zie daar politie. Stel voor je zou voor elke moord die je doet in Fortnite worden aangehouden. Dan zou het een lastige tijd worden voor je. Dan moet je en vluchten voor de politie. Ja, en tegelijkertijd weer doodgemoord worden door iedereen. Dan moet je voor de police zijn. Laten we even kijken. Laten we sowieso wat hout verzamelen. Oh, nee, hier liggen appels. Ik heb geluk. Dan kan ik in ieder geval weer hier 5. Hoeveel krijg je daar eigenlijk van mij? Ah, 5. Oké. Okay. Van het eten van een appel die je sinds kort hier hebt. 5, ja. Nou jongens, zijn er nog een aantal of waren dit ze allemaal? Nee, dit waren ze allemaal. Of nou, wacht eens even. Oh, er liggen ook nog appels. Gratis appels voor iedereen. Wat een feestje. Hoeveel liggen er? Er liggen er genoeg. Maar jij, ben je ook gehit? Ik heb fall damage, man. Ah, fall damage, oké. Okay. Zo. Ik heb mijn ik fully... Ik moet er nog maar 1. Ik ook, ja, ik heb hem! Yay! Nice, oké. Okay. Oh, wat een mooie auto, jongens en meisjes. Ik wacht nog steeds op het moment dat ik daarin kan duiken en er lekker in kan rijden. Dat is een... Lijkt me aan de ene kant een niet al te goed idee, maar hey, wie weet komt het er ooit aan in Fortnite. Duurt nog wel even met jouw mentaliteit. Ja, waarschijnlijk gaat het dan wel fout. Hé, daar is toch een huis. Ik denk dat die nog steeds is onderzocht. Laten we die even checken. Hier zo is ook nog iets. Ja, nou, ik ga even dit huis doen, man. Doe jij dat andere maar even. Ik check dit even hier zo. Ik doe dit wel. Nou jongens en meisjes, laat vooral in de comments weten wat jullie nog meer willen zien in Fortnite, waar wij nog meer naartoe moeten gaan. Is de deur er nou uitgetrapt?
Of is hij nog steeds niet onderzocht? Oeh. Hoorde je dat? Ik hoorde een kogelgeluid uit de verte komen. Maar dit is al lang onderzocht. En ik maar denk dat ik iemand kon vinden. Sorry Fortnite, ik heb je... Je hebt me in de maning genomen. Job, ik ben boven. Je bent boven? Ja, kijk. Ik ben ver voor jou uit. Ja, ik kom eraan. Maar laat me even wat hout verzamelen. Zo, ik kom eraan. Oeh, wacht, daar ligt nog iets. Wacht. Oh, ik dacht ik hoor een kist. Mitchell dacht een kist te horen. Oh, oh, ja. Wat is dat daar? Oeh, dat is... Oeh, hier ligt nog best wel veel. Ik denk dat hier iemand is doodgegaan. Ik neem sowieso deze even mee. Dat is een groene. Dat is sowieso beter dan grijs. Ligt er nog iets anders? Of is alles al meegenomen door de anderen? Nou. Eigenlijk vind ik wel dat er een pizzeria moet komen in Fortnite, jongens. Als ik even lekker een pizzapuntje wil eten ergens, dan moet dat natuurlijk wel mogelijk zijn. Nou, laten we er vandoor gaan. Laten we zeggen dat we iets meer naar het midden gaan, inderdaad. Ja, een beetje die kant op. Dat is prima. Bro, wat de heck? Wie heeft die brug? Heb jij die brug gemaakt, bro? Welke brug? Ik zie een, of een brug, een trap eigenlijk. Ja, die heb ik gemaakt. Mitchell, de architect, is nog steeds in de building. Ja, ben ik dan geen detective? Ben ik wel een architect, toch? Ja, ik bedoel, hey, als het ene kan, dan kan het ander wel, jongens. Dat is een mooie les uit het leven. Als iets je niet lukt, probeer je het net zo vaak. En mocht het dan nog niet lukken, probeer je iets anders. Altijd door blijven gaan. Zo. Dit is vervelend, hè. Wat dit is vervelend? Dit gebeurt er met Antwerpse toetsenborden. De Q zit naast je... Nou ja. Shout it naar de Belgen. Wij als Nederlanders moeten heel erg wennen aan jullie toetsenbord. Nee. Wat ik is ben er? Gevallen. Oh, je bent gevallen. Oké, okay, maar er is verder niks aan de hand? Oké. Okay. Wij als Nederlanders moeten heel erg wennen aan het Antwerpse, of nou, het Antwerpse, het Belgische toetsenbord, laten we het zo zeggen. We komen wel weer in de buurt van Dusty, maar dat is op zich niet eens zo'n hele slechte plek. Oh, er is een airdrop, die valt letterlijk voor ons. Uh-oh, gaan we weer die struggle krijgen? We gaan er gewoon voor, man. Let's go for it, like. Ik denk dat we niet de enige gaan zijn, to be honest. Ik zet alvast even iets neer. Ik bouw het gelijk even in. Ja, ik kom eraan. Ik heb je back. Ja, in hoeverre ik je kan beschermen is... Nou jongens, we zijn lekker aan het bouwen zo. Wat heb je eruit, joh? Zo, nou oké. Okay. Ik ga eens even kijken wat erin zit. Als ik snel genoeg ben. Ja, ja. Oeh, wat is dat? Heb je een scar? Nee, ik heb geen scar, maar ik heb wel een heavy shotgun legendary. Dus dat is wel heel erg mooi meegenomen. Oeh. Ik denk dat we hier op zich wel even kunnen blijven chillen zo. Even kijken. Ja, laten we hier gewoon even chillen, man. Vind ik wel een mooie plek. Zo. Kom er gezellig bij, Mitchell. Gezellig in mijn hutje. Lekker koekerellen. Lekker, hoe noem je dat al? Hoe noem je dat ook weer met die kleine hapjes? Hoe noem je dat? Koemetten. We gaan lekker koemetten hier zo. Fantastisch idee. Oh, lukt het, bro? Ja. Nee. Oké, okay, you got this. And nice. Oké, okay, zo. Dat ziek idee. Nou, we zitten hier wel lekker, alleen denk ik... Ik ga ondertussen wat hout verzamelen, man. Gaat even hout toch verzamelen. Naar buiten, hè? Ik ga toch naar buiten, jongens. Ik hou van de buitenlucht. Ik ben een echte overlever. Ik ga met je mee, joh. Hé, hey, wat ben ik eigenlijk? De skin die ik momenteel aan heb, wat moet het eigenlijk voorstellen? Weet je waar het mij aan doet denken? Nou? Ken je die serie Stranger Things? Ik heb er wel van gehoord, maar ik heb het nooit eerder gecheckt, eerlijk gezegd. Oké, okay, je hebt daar een wereld, zeg maar, die zit onder de normale... spiegelbeeld, zeg maar. Dus ondersteboven is dat. Ah, oké, ja, ja, ja. Dat heet de Underworld. En daar moet je in met zo'n pak om levend te blijven. Jongens en meisjes, horen jullie dat? Wij hebben een pak aan om niet kapot te gaan in een andere dimensie. Dat is wat ik aan heb. Exact, nou, exact. Ik vind het fantastisch. We zijn lekker bezig in ieder geval, zou je wel kunnen stellen, want wij hebben in ieder geval een airdrop gepakt zonder dood te gaan. Is voor mij al een hele overwinning. En er zijn niet heel veel mensen meer over, dus misschien moeten we een beetje iets wat voorzichtig zijn. Hoe gaat het bij de stream? Jongens, jullie weten het, hè? 3000 likes en ik koop een battle pass. Dus smash die thumbs up. Sowieso. Gewoon zo. Goed, als je zeg maar dit hoort, dan weet ik dat je hem hebt gesmashed. Nou, Mitchell, jij smasht hem gewoon 4 keer. Dat kan natuurlijk ook. 4 keer. Nou, even kijken. Wat zullen we doen? Zullen we gewoon even laten we even iets verder lopen. Maar zometeen wel eventueel kijken of we ergens een beetje een hideout kunnen maken. Lijkt me eigenlijk best wel vet om gewoon in de natuur je eigen huis te bouwen. Mocht je dat kunnen en zou je daar echt goed in zijn, lijkt me dat echt super vet om te doen. Gewoon even een weekje surviven. Ik heb wel een man op YouTube gezien die heeft zijn eigen huis gebouwd waar hij nu ook daadwerkelijk in leeft. In de natuur. Super vet, super. Met zijn hond samen. Is echt super schattig ook. Er zijn ook echt gewoon mensen die aan hun hond alleen genoeg hebben. Hè? Die gewoon hun hond als een soort van beste vriend hebben. Oh. Oh. Ja, nice. Kijk naar de cirkel. Ja, die wordt klein.
Zullen we alvast even... Laten we even naar boven gaan, maar op die berg. Dat is een mooie hideout. Bouw jij een trapje? Ja. Dus. Ja. Hoeveel hout heb jij? Ik heb 355 en ik heb 193 steen. Oké, dus, dan kun jij mooi mee helpen. Nou jongens, jullie horen het. Wij gaan verhuizen, namelijk naar Dusty. Of ja, Dusty. Het is in de buurt van Dusty. Ja, klopt. Is hier nog iets? Oh, daar staat hier ook gewoon echt zo heel zielig één stoeltje. Van iemand die nadacht over het leven en dat deed hij hier zo. En laten we hier echt een keigrote bunker maken, ja? Ik kan hier niet doorheen kijken. Jammer dit. Ja, die dingen. Ik dacht dat in het begin ook dat het wel zou kunnen. Maar dat kan denk ik dan toch niet of zo. Zo. Ik zet hier trappen neer, als het kan. Kan ik hier trappen neerzetten? Hé, maar ik heb kogels nodig, man. Ik heb maar 54 voor mijn ding en 18 voor mijn shotgun. Maar maakt niet uit. Nou, jongens. Kijk eens even aan. We zijn lekker bezig. Lekker, jongens, lekker. Wij hebben hier onze eigen port à fort. Eigenlijk maken we die nu gewoon, hè. Wij hoeven geen port à fort. Wij maken er zelf gewoon een. Zo. Nou, kijk eens aan, jongens. Hebben we toch even mooi gefixt, hè? Alleen, ik heb mijn hout is wel op, man. Ik heb nog 345. Kun jij deze even zo nog... Hij hoeft eigenlijk niet eens dichtgemaakt te worden. Dat is eigenlijk al perfect. Dan kunnen we mooi hiden. Oh, maar niet overal ramen maken, man. Dan kunnen we keihard gesnijfd worden. Doe maar niet. Maar wacht, doe gewoon een paar raampjes. Doe er hier gewoon één, inderdaad. Haal deze maar weer zo weg. En deze ook. Hier zo. En waarom niet alleen die in een... Ja, oké. Je hebt wel gelijk. Heb jij überhaupt een sniper, dan? Nee. Heb je geen sniper? Dan kun je toch beter gewoon één raampje maken, bro. Ze worden misschien gekild. Oké, ik heb een heavy shotgun. Dus mocht er iemand in mijn persoonlijke aura komen, dan ben ik voorbereid. En ik heb ook zo'n ding. Zo'n trap. Oh, is ook leuk. Dat de cirkel hier gaat eindigen. Maar ik denk anders zijn we al onze resources voor niks kwijt, hè. Nog 100 likes, jongens en meisjes. En ik haal een battle pass. Dus smash even een blauw duimpje omhoog. Trouwens, bij de volgende stream die ik samen met Mitchell doe, heeft hij een betere microfoon. Sorry voor deze iets minder goede kwaliteit. We waren op dat gebied niet zo goed voorbereid. Maar toch een stream voor jullie, weet je. Dat houden we wel. Jazeker. Ik ga eens even kijken wat mensen te zeggen hebben. Job, het is geen Minecraft. Ja, sorry, jongens en meisjes. Ik doe ook maar gewoon mijn best. Fortnite, ik ben noob. Ik ga even een beetje uit het raam kijken. Wat een mooie dag in Fortnite. Ik geniet van de natuur. Ik hoorde iemand schieten, bro. Hoor je? Oh, ik niet, man. Ik hoorde... Stil eens. Oh, eigenlijk heb je... Hoeveel hout heb je nog? 345. Kun je mij dat even allemaal geven? Dan ga ik dit even verder bouwen, man. Dat is hier, op zich wacht wel... dan. Dan heb ik dit voor jou, en dit voor jou, en dit voor jou. Deze man die heeft gewoon nog zoveel hout. Dat is echt perfect. Ik zet hier even eentje neer. Oh. Ik zet hier even... Wat is er? Je had me bijna ingebouwd. Oh, ik dacht heel even dat iets ergens aan de hand was. Ik ga dit even dichtbij. Oh! Ik hoor snipershots. Zo. Ik hoorde een snipershot, bro. Pas op. Legit. Echt? Ja. Die staan airdroppen, maar die ga ik echt niet pakken. Die ga ik echt niet pakken. Ben je crazy, bro? Als we naar die airdrop gaan, dan worden we levend. Wat we doen? We doen lekker dit, zo. Ah, shit. Je moet hem echt even dichtbij. Ja, er snijpt iemand. Erg, hè? Ik ga dit... Hey, kun je dat even allemaal dichtmaken, bro, die dingen? Ja, ik heb alles aan jou gegeven. Oh, maar ik kan niet edit of zo. Unable to edit building. Oké, wacht. Oké, maakt niet uit. Zo is wel goed. Ik ben ineens zo bang dat we gesniped worden, namelijk. Dat is echt mijn grote angst nu. Oké, we komen er nu achter. Blijven we in de cirkel, ja of nee? Moeten we alles dichtmaken? Nee, we moeten weg! Nou, tenminste nog niet per se nu, maar we moeten uiteindelijk wel weg. Oké, kom gaan. Nee, wacht nog even, bro. We gaan pas wanneer er nog echt iets van 40 seconden over is. Dan zijn er alweer wat minder mensen over. Ik zit lekker te chillen onder een trap in Fortnite. Dat is mijn hobby. Als het gaat om psycho's die elkaar proberen af te maken in een bos. Dan chill ik onder een trap. Ja, nice. Doe je dat, ja? Dat doe ik, ja. 3000 likes! Battle Pass kopen! Yay! Hey. Nice! Is dit je eerste Battle Pass ooit? Ja, dit is mijn allereerste Battle Pass ooit. Uh-oh. Kijk uit. Kijk, waar ben je? Hier. Er komt iemand, of niet? Weet ik niet. Ja, er komt iemand, Mitchell. Er is daar iemand. Ja, jij naast. Hij komt hier boven. Ah, nee! Ik wil weg. Mitchell, please! Do it for the fam! Do it for the fam! You got this, bro.
Ah, nee! Nee! Ah, nou ja, we zijn in ieder geval 7e worden, jongens. En op zich vind ik, ik vind het natuurlijk jammer dat we dood zijn gegaan. Maar ik denk dat jullie het enigszins wel leuk vinden. Want dat betekent dat het moment namelijk is aangebroken dat ik nu de Battle Pass ga halen. Voor de facecam? Ja, ik moet sowieso eerst even, doe dat maar even, ja, doe dat ondertussen maar ja, even. Ik kom eraan. Jullie zien nu even het beeld niet, jongens, dat klopt. Want ik ga nu namelijk de Battle Pass kopen. Maar wanneer ik het heb, zien jullie het beeld wel weer. Mitchell in the building! Oké, doe even de deur dicht. Waar? Oh, deze is ook zo vet, bro! Ja. Ze hebben gewoon een freaking... Oh, wacht, ik moet het even laten zien aan de mensen, anders gaan ze denken, wat gebeurt er allemaal? Ze hebben dus, jongens en meisjes, ze hebben hier dus gewoon een zogeheten, een of andere... Oh, bro! Deze is ook zo vet! Oké, wacht even, waar kun je een Battle Pass kopen? Hier zo. Battle Pass? Purchase. Oké, momentje, jongens, dan ga ik heel even snel mijn beeld wegdoen, want anders zien jullie wat persoonlijke gegevens. Of nee, dat kan gewoon zo. Seizoen 5. Ik moet natuurlijk die seizoen 5 hebben. Ja. Oké, dan moet ik er iets... dan moet ik er een aantal 4 bucks bij kopen. Ik ga het gewoon doen, jongens. Oh nee! Ik koop ook gewoon de allerduurste Battle Pass die er is. Oh, dit is zo pijnlijk. Oh, dit is zo pijnlijk. Smash alsjeblieft even een like, jongens. Want dit doet echt pijn aan mijn virtuele bankrekening. Please. Oh, heb je het? Ik heb het, hoor. Ik heb 4000 V-Bucks. Oké, wacht. En dan purchase. Plus 5. Ja, oké, jongens. Oh, dit is wel zo duur, hè. 40% korting nog. Hij kost normaal bijna 5000. Oké, weet je wat, jongens? Ik wil dat wij in de tijd dat ik nu nog live ben, de 4000 likes gaan halen. Kom op. 900 likes bij. Smash de like omhoog. Zoals Mitchell zegt, smash hem omhoog. En ik koop hem direct bij de 4000 likes. Ik beloof het jullie. Want ik heb jullie eigenlijk beloofd om voor 3000 likes dus deze te kopen van 950. Maar ik wil jullie gunnen. En ik wil eigenlijk deze kopen. Ja, maar je hebt niks aan die... Heb je hier niks aan? Tuurlijk niet. Dan heb je alleen van het vorige seizoen. Die andere. Nee, toch? Daar zit deze ook bij, toch? Nee. Dit is allemaal season 4. Alleen als je deze koopt, dan krijg je nog veel meer extra dingen erbij uiteindelijk. Oeh. Like, jongens. Kom op. Geef me een reden om het te doen. Like massaal. Laat iedereen liken. Gewoon zo... Oh, Mitchell. Oh, ik heb het gewoon gedaan! Oh, wat is dat? Dat is je armor die je hebt. Zien mensen dat? Ja. Oh ja, mensen zien dat. Oké. Wat krijg ik nu? Een 50% personal XP boost. Ik krijg een... Oh, nu krijg je ook XP boost. Nice. Yay! Ik heb de... Oh, die is zo sick. Oh, Battlehawk. Dan ben je ineens breed. Battle Pass Challenges. Nog eens een keer een 10%. 5 keer free tiers. Een X-mark. Zo vet! Zo de... Oh, die is zo vet! Die is zo vet! Je hebt 41 items! Bro! Oh, je kan... What the heck! Jongens, deze is amazing. Ik heb zoveel gekke items erbij gekregen. Waaronder gewoon 3 super epic skins gewoon. Dat is echt bizar. Wat heb je nog meer? Ik heb een 5% XP boost. Dan krijg jij nog meer erbij. Een backpack. Oh. Dit is echt zo'n backpack die je draagt op je eerste dag naar de eerste klas gewoon. Hè? Nee. Dit is iets uitgevoerd. Maar ik snap wat je wel bent. Een gekke backpack. Wat is dit? Oh, dat is gewoon een showcase art. Oké, interesting. Een banner icon. Dan kan ik dus... Angels op zich wel tof. Ik vind die sprays vind ik wel. Oh! Yeah. Een sugar crash. Dat betekent zeg maar dat wanneer je heel veel suiker eet, dan heb je meestal een moment op de dag waarbij je in één keer gewoon helemaal knock-out gaat. Ja. Dat is dus waarom ze deze een sugar crash hebben genoemd. Een banner icon, oké. 10% personal. wanneer iemand heel irritant is op WhatsApp, slaap. Volgende. Oh. Ik wou dit al zo lang, hè, dat ik zo'n gek effect zou hebben wanneer ik naar beneden sprong. Nou, ik heb hem eindelijk. Oké, deze is voor Jayon. Lekker man! Hearts. Is ook wel tof om een keer te kunnen spelen. Is ook wel. Goed. Ja, die is zeker heel erg nice. Aww. Jayon. Maar al die. Ik heb nu heel erg veel, zeg maar, een 5 en 10 en 5% XP moet voor. Bij elkaar, kom, ja, krijg je dat bij elkaar, jongens? Je hebt hem! Jongens, dit is bizar. Oh, trouwens, bij de 4000 likes ga ik dus de laatste V-Bucks die ik over heb, wat er geloof ik in totaal iets van 1000 zijn, die ga ik weggeven. Dus like massaal als je daar kans op wilt maken. Je hebt gewoon dat meme dansje. Ik heb hier, ja, dat is echt die gekke man, bro. Een suppie drop.
Oh, Sublime. Ik zeg dat nog is Sublime. Loading screen. Oh god. 1000 keer season XP. Dit is gewoon wanneer iemand iets totaal niet interessants vertelt. Je begint gewoon popcorn te eten. Of wanneer er een ruzie is. Cirkel. 600 V-Bucks! Heb je gekregen? Oké, dan heb ik dus nog 900 V-Bucks over om uiteindelijk zelf te spenden. Maar je bent nu zoveel tiers omhoog. Bro, ik kan dus gewoon nu. Oh! Ik vind deze sick, bro. Maar ik kan deze geloof ik nu ook zelf. Oh, wacht even. Gruwelijk. En welke tas ga ik erbij nemen? Dat is de vraag. Doe die vleugels. Oh, dat is echt één goed idee. Dit is zo vet. En dan dat effect dat je naar beneden valt. Waar kun je die doen? Ja. Oh, dit is zo vet. Oké, weet je, let's go man. Kom, laten we gaan beginnen. Laten we gaan beginnen, man. We gaan klaren nu. Oh, jongens en meisjes. Shit, man. Dit is bizar. Ik heb gewoon 1900 V-Bucks gespend aan dus een Battle Pass. En ik heb allemaal zieke skins erbij gekregen. Bizar. Dan kijk ik ook gelijk bijna 3000 mensen. Het is gelijk helemaal actief geworden. Iedereen checkt direct de livestream. Ja, let's go. Een jongen met Battle Pass en een jongen zonder Battle Pass. Let's go, let's go, let's go, let's go. Jongens, even voor de duidelijkheid. Ik heb nog 1900 V-Bucks over, waarvan ik er 1000 ga weggeven. Mocht je daar kans op willen maken, abonneer, like en reageer sowieso. En let's get it, man, bro. We zijn lekker bezig, absoluut. Oh, dit is zo. Maar ik geloof dat ik nu ook elke keer nieuwe skins erbij krijg wanneer ik een hoger level word. Dus dat is wel heel erg nice. Voor mij wel, ja. Oké, waar gaan we landen, Battle Pass, jongen? Battle Pass, jongen, zegt dat we gaan landen. Ik wil eigenlijk ook wel eens een keertje naar Loot Lake. Daar ben ik zo lang niet geweest, hè. Nee, ja, dat is wel gevaarlijk. Gaan we het gewoon doen? Ja, gewoon. We gaan naar Loot Lake. We gaan naar Loot Lake. Let's go, man. Sowieso. Oh, wat is dat? Jongens en meisjes, ik heb gelijk al. Als ik deze nou zo meteen krijg, zou het wel heel erg nice zijn. Een freaking. Heb je die orange juice al uitgeprobeerd? Oh, die moet ik natuurlijk nu wel even testen. Wacht even. Oh nee, ik heb per ongeluk een facepalm. Nee. Ik ga zo meteen, jongens. Bij jezelf geven. Zo meteen ga ik zeker weten de orange juice emote selecteren. Want dan kan ik die gekke meme dance doen. Dat is echt dan fantastisch. Kan je de meme dance doen, gewoon. Oké, hey bro, je weet het, hè. Er gaan echt meerdere mensen. Oh, dit is zo vet, hè, bro. Dit is zo vet. Waar ben jij? Even kijken, kan ik je zien? Ja. Oh ja, trouwens, even voor alle mensen die zelf bijvoorbeeld liever het geld niet uitgeven. Of misschien het geld er niet voor hebben om dingen te kopen in-game als het gaat om Fortnite. Het is totaal niet nodig om dingen te kopen in het spel. Ik doe het gewoon puur omdat er heel veel mensen met mij meekijken. Maar als er niemand keek, had ik het niet gedaan. Zonde van je geld, hou je geld in je zakken, bro, sowieso. Kom, we pakken dit kleine eilandje hier, want er gaat iemand naar dat grote huis. Oh, ik ben al gegaan, man. Oké. Job, ik krijg een appje van iemand. Jullie hebben geen idee met die Battle Pass, hè? Hoe bedoel dat het epic is of zo? Ze zegt, wat hij nu heeft gedaan is dat hij de eerste 25 tiers heeft gekocht van de 100. Die andere begin je gewoon bij tier 1, maar krijg je hetzelfde wat hij nu gekocht heeft. Dus je hebt tiers erbij gekocht. Dat is waar. Oh, je bent in een 5. Ah nee, ik ben nog doodgemaakt met een handpistool, bro! Oh nee! Battle Pass, jongen, is dood! Oh god, jongens. Mitchell, je moet hem even voor me killen. Maar sorry, jongens. Ik was nog zo met dat Battle Pass gedeeld in mijn hoofd. Oh nee! Ik was niet op de hoogte. Oké, we gaan even een nieuw potje doen en nu gaan we even serieus spelen. We waren even niet bij de les op dit moment. Sorry. Sorry. Luister. Je had die goedkopere Battle Pass kunnen kopen. Waarom? Omdat dit is in principe een Battle Pass, maar je hebt 25 tiers erbij gekocht. En wat zijn dat? Dat zijn die... Ah, oké. Nou, maakt geen reet uit, ik bedoel. Maakt niet uit. Ik ben tier 4. Mensen die wouden de duurste zien, dus dan geven we mensen de duurste, man. Dat is hoe we rollen. Maakt ons eigenlijk niet eens uit wat we ervoor krijgen. We willen gewoon iedereen gek maken. Jongens, ik wil ondertussen trouwens even een korte Q&A doen. Ik weet dat het lastig is terwijl we in een bos zitten met mensen die ons kill willen doorschieten. Maar alsnog, korte Q&A. Heb je een vraag voor mij en Mitchell? Laat het even weten en dan gaan we gewoon gezellig doen. Wat zeg je? Ja, ik ook trouwens. Hoe kan dat? Fortnite! Please, laat Fortnite. Ons niet alleen! Ik vind deze ook wel heel vet, hè, jongens. Zo. Oh, er zit hier gewoon nog elektriciteit tussen. Forged in a particle accelerator, part of the... Oh, dit is zo ziek, hè, jongens. Gaat hij trouwens doen of niet? Jongens, wat moeten wij doen? Want wij hebben een matchmaking. Wat is dit, een outfit? Ze hebben gewoon letterlijk die noob outfit, maar dan met een freaking hoed. En die is 1200 V-Bucks. Waarom zou je dat kopen?
Invite mij even opnieuw, ik ga even uit je party. Wat is er aan de hand? Invite mij even opnieuw, want we hadden die matchmaking. Ah ja, zo. Kom erbij, Mitchell, kom erbij. Oh, deze is ook wel lachen hoor, jongens. Het is echt zo'n girl, die ding gewoon. Dit is echt die basic one. Niemand die kent die. Of ja, iedereen kent die, maar niemand die wil die eigenlijk. Let's go. Hey, over 5 uur komen er weer nieuwe items in de shop, man, bro. Over 5 uur komen er nieuwe items. Dan gaan we waarschijnlijk morgen, als we eventueel dan live zijn, erachter komen welke items dat gaan zijn. Ja, klopt. Spanning en sensatie all over the place. Jongens en meisjes, dames en heren. Doe nog even een blauw duimpje omhoog. Want bij de 4000 likes ga ik de V-Bucks weggeven aan de winnaar. En als je wilt winnen moet je dus even abonneren en liken. Waar wil je naartoe, Mitchell? Naar een Victory Royale. Ja, ik ook. Het zou leuk zijn een keer voor de verandering. Maar of dat... Oké, waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Of dat er aan zit te komen. Zullen we gewoon even bij Risky Reels die huisjes pakken in de buurt daar? Ja. Kijk, die zitten precies hier. Oh, Mitchell die kent ook echt exacte locatie gewoon. Hè. Hij is er gewoon achter gekomen. Let's go, man. Hey bro. Yo. Mitchell? Oh ja, ik hoor je nog. Oké, cool. Er komt dus waarschijnlijk volgende week een jetpack in Fortnite. En ik wil sowieso jetpack, dat wij de... Zei je, hè? Een jetpack. En ik wil sowieso dat wij een van de eerste zijn die het dan streamen dat we het gebruiken, man, bro. Ja, maar krijg je het in een chest of zo? Ja, je kunt het bijvoorbeeld in een chest krijgen. Of je kunt het gewoon vinden als een soort van item. Oh, dit is zo vet hè, jongens. Het lijkt alsof ik een of andere UFO ben die ondersteboven zijn beam gebruikt. Zo tof. Je ziet mij hè, met die ding. Mm-hmm. Is echt bizar, man, bro. Nou, we gaan ons best doen, jongens. Sorry dat het potje hier zo voor slecht ging. We zijn namelijk nog steeds Fortnite noobs, ook al lijkt dat misschien niet zo. Waarschijnlijk Fortnite, ik ben noob. Fortnite, ik ben noob. Nou. Oh ja, trouwens, jongens en meisjes, morgen komt waarschijnlijk... Klinkt echt heel raar, maar hak online. Dus bereid je voor, sowieso. Wees geabonneerd. Wees steady. Achter je keyboard, achter je muis en computer. Jullie gaan genieten, man. 100%. Het is spannend, man, Mitchell. Zeker. Ik ben trouwens iets te vroeg... Oh, nee, maar dat valt best wel mee. Ik ben perfect gegaan. Je redt het wel, denk ik. Ik red het perfect zelfs. Deze keer mag jij het andere huis pakken met de kelder. Ja, mag ik de kelder? Jij hebt de eer, Mitchell. Even kijken welke mensen er in de kelder zitten. Zie je in één keer een skin opgesloten zitten? Ja. Hey, er was trouwens een manier om een battle pass te vinden, geloof ik, in Fortnite, gewoon in de game, hè? In wat? Gewoon in de game, Fortnite. Like, dat je gewoon rondloopt, dat heb ik ergens gelezen, maar... Je weet tegenwoordig niet wat wel en niet waar is. Dat denk ik niet, man. Anders had ik al lang op battle pass. Bro, ik heb of heel erg veel pech, of ik weet niet waar ik mee bezig ben, maar... Ik heb literally niks gekregen. In je chest? Nee, in het huis lag gewoon letterlijk niks. Maar ik heb ook denk ik nog niet echt alles. Bro, er ligt hier niks. Ik heb een shotgun voor je. Wat? Zelfs in de kelder lag niks, bro. Oh, hier ligt een shotgun. Oké, dat is fijn. Dat is in ieder geval iets. Ik heb ook nog een shotgun voor je. Ik heb geen idee waarom ik dat nachtkastje kapot wil maken. Ik mag hem niet. Hij kijkt me altijd zo vies aan in de nacht. Bro? Ja? Ik heb een verrassing voor jou. Ik hou van verrassingen, zolang het me maar niet doodmaakt. Momentje hoor. Dan... Lekker hakken, lekker hakken, lekker hakken, lekker. Laten we niet naar Risky gaan, dat is een beetje een idioot idee misschien. Misschien wel hè. Hey, er waren nog 2 huisjes hier in de buurt, right? Ja. Anders moeten we daar even naartoe. Hey, wil jij een shotgun toevallen? Ik heb al een shotgun, bro. Ja, ik heb er 2. Hoe moet ik ermee? Een tactical of een pump? Een tactical. Ah, nee, die heb ik al, man. En een pump, ja, maar die... Nee, hoeft niet, man. Pump is groen. Die wil ik zelf houden. Nee, maar ik hoef hem niet, man. Ik zit goed. Voor nu dan, tenminste. Normaal word ik van groen ziek, maar dit vind ik echt ziek. Of, dat is wel grappig. Of groen is inderdaad, wordt geassocieerd met iets waarvan je ziek wordt, of het is juist heel erg gezond. Het is echt één van die twee. Die valt af en toe weg, maar mag niet. Ja, ik heb zo nu weer dat struggles met mijn internet. We hebben ruzie sinds kort. Dat is gek dat ik het niet heb. Ja, dat is apart, hè? Maar ik zit ook op een externe kabel, dus misschien dat het daarmee te maken heeft. Zou maar zo kunnen. Misschien wel, hè? Hé, hey, kijk, het gemiddelde meisje van 2018. Ik zat even kapot. Nee, grapje, hoor. Ik maak een grapje, jongens. Ik heb hartstikke veel respect voor zowel jongens en vrouwen. Jongens en vrouwen, jongens en meiden. Dat is wat ik zeggen. Meiden. Zo, let's go. Wat zit erin? Hey! Oeh, nice. Ik heb een grenade launcher gekregen en ik heb een super shield gekregen. Heb je echt een grenade launcher? Dat die dingen nog bestaan, jongen. Ja, net als RPG's. Die krijgen we ook heel weinig. Wat is er? Was jij dat met dat geluid? Dat... Nee, wat is dat? Hoorde jij dat ook? Ja! Wat is dat? Serieus? Wat is dat, Bob? Wat is dat? Je vonkt me of niet? Nee.
dat, bro? Wat is er van? Een pot eend! Wat? Ik heb een pot eend gevonden, bro! Wat? Zag je dat? Nee. Kijk snel de stream! Hey, is dit zeldzaam, jongens? Is dit zeldzaam? Oké, okay, wacht. Wacht even. Hey, nu wil ik het weten ook, hè? Was dat zeldzaam? Wel. Huh? Ik heb een pot eend! Ja. Maar ik weet legit niet of dat zeldzaam is. Ik ook niet. Is dat zeldzaam? Jongens, geef me, laat me het weten! Is het zeldzaam? Ik weet het niet. Ik heb werkelijk waar geen idee. Oh, er is daar een ding. Er is daar een supply drop. Laten we die pakken. Wacht, diegene op WhatsApp weet het wel. Die is aan het kijken. Mensen zeggen ja! Mensen zeggen ja! Is dat zeldzaam? Er kijken ook gewoon 2000 mensen en we don't know what we're doing. We weten het echt niet. We weten niet eens of een bad eend, een simpel eendje wat we vinden, of die zeldzaam is. Bro, wat de hel doet een bad... Echt, die Fortnite creators zitten met z'n allen om de tafel. Ja, wat hebben we nodig in Fortnite? Een bad eend, dat is echt... Magnifiek plan. Is het niet bedacht wel iemand aan het relaxen was, ja, in zijn pauze in bad of zo? Iemand zat in bad en die dacht bij zichzelf... dat is een leuk idee. Laten we een bad eend toevoegen in het spel. Dat heeft het spel nodig, een bad eend. Ik zie daar een supply drop, bro. En of we het gaan redden, dat weet ik niet. Want er gaan meer mensen naartoe gaan. Wij weer met de supply drops, elke keer weer. Geef jij mij even rugdekking? Want er is hier ook een kist. Ja, is goed. Ik hoor een kist. Ik zie... Oh, hier is nog een pump. Wacht, laat me die eerst pakken. Bro, wacht. Laat me eerst even die kist pakken in die stal. Gaat er iemand naar de supply drop toe, of niet? Ik zie niemand, hè. Moment hoor. Ik heb een legendary scar. Echt? Ja. Oeh. Oeh, lekker. Oh, kut. Dat was ik, sorry. En ik heb ook nog een kist. Ben je serieus? Of niet? Jawel. Ja, ja. Ja, ja. Als je een scar vindt, is die van mij, hè. Ja, sowieso. Het zou maar erg zijn als ik zeg, die hou ik ook. Damn, ik heb een scar en ik heb een chuck gekregen. Dat is bizar. Ik heb alleen even meer hout nodig, man. Ik wil eigenlijk nu een beetje rustig aandoen. Want ik wil eigenlijk nu niet mijn leven in de strijd gooien. Hoe begroeten we deze dingen die hier liggen? Welke dingen? Deze dingen, die gele dingen die hier liggen. Hoe begroeten we die eigenlijk het best? Hoi. Gele dingen? Hoi. Ah joh, dat zijn hooibalen. Die moet... je ziet ze als hooibalen. Maar wij zijn echt van de slechte woordgrappen, maar echt op een ander level gewoon. Maar hier zitten soms ook van die kisten, toch? Of guns, inderdaad. Ja, van het zetel midden. Ja, hier zijn kisten, inderdaad. Oh, ik ga die chuck... Ja, nee, ik ga die chuck nog niet nemen, man. Ik neem die echt wanneer ik ook te weinig leven heb. Als er iets aan de hand is, dan neem ik hem. Nou jongens, ik heb een campfire... Ik heb een chuck, ik heb een scar, legendary nog wel. Als ik nu doodga, dan ben ik de allergrootste noob die er is. Maak ik wel mijn eigen liedje waar, dat is een voordeel, maar voor de rest... weinig goed. We worden gewoon stelletjes sukkels genoemd. Door wie? Door die op WhatsApp. Die ja, maar die ken ik niet, Mitchell! Die ken je niet. Nee, maar weet je wat het is? Over de Battle Pass. Oh, nog een kist! Nee... Jongens, ik vind zoveel kisten. Maar ik laat me niet kisten, maar ik vind veel kisten. Jongen. Oké, let's go. We gaan verder. We moeten wel echt goed uitkijken, man. En zullen we anders niet gewoon even hier blijven? Wat doen we? We hebben zoveel goede spullen. Misschien is het dom als we nu als een stelletje debiele rondjes gaan rennen. Laten we gewoon zoveel mogelijk hout verzamelen en hier een beetje chillen gewoon. Dat is een hele goeie. Kom, we gaan naar dat huis daar. Hé, hey, dat huis is nog niet eens onderzocht, bro. Jawel. Oh nee, niet. Oh, wacht even, we moeten eigenlijk naar de cirkel toe. We moeten wel naar de cirkel, precies. Naar de cirkel. Yo, what's up, man? Ik dacht dat ik iemand hoorde schieten, maar... Ik vind het op een of andere manier, dat is heel raar. Maar wanneer je een nieuwe pickaxe hebt gebruikt in Fortnite, wanneer je die net nieuw hebt, dan lijkt het alsof je er meer hout mee verzamelt. Het voelt alsof het efficiënter is. Is niet zo, maar zo voelt het gewoon. Want het is gewoon zo nieuw. Is het niet sterker? Had het niet sneller? Ik denk het niet, want ik heb begrepen dat Fortnite echt 0,0 pay to win is. Dus dat zou niet moeten kunnen, zeg maar. Het zou wel leuk zijn voor de mensen die dat kopen. Maar ik vind dat ook onterecht voor de mensen die liever geen echt geld spenden aan Fortnite. Want het is ook zonde. Daar loopt iemand. Waar?
Waar loopt iemand? Oh, ik kom eraan hoor. Van waar komt het? Van voor je neus, er wordt gebouwd daar. Ik zie het. Maar van waar? Waar? Welk getal, broer? Welk getal? 172. Oh, daar! Ik ben echt zo blind. Pas op! Shit. Ik ga keihard dood. Ik ga keihard dood. Ik ben dood. Ik probeer te helpen, maar wacht even. Ik zal er toch echt naartoe moeten, man. Ja, je moet wel. Pak ze, pak ze, pak ze. Ah, balen, man. Black 8. We komen wel elke keer top 10, dat scheelt. We doen ons best. Ik ben ingemaakt door een meisje. Gemaakt van snoep. Ik voel me echt goed. Sick. Die skin, welke? Die van die meid, die shotgun. Ja, jongens, ik voel me heel trots. Ik ben een gespierde man in een ijzerpanzer met vleugels. En ik word ingemaakt door een meisje met een lolly. Ik ben heel trots op mijn vooruitgangen in Fortnite. Ik kan dat met beide handen tegen elkaar zeggen. Het is bizar. Nou, we gaan lekker verder. Yes. Ik hoop eigenlijk dat, ik vind het ook zo erg, hè. Je ziet Mitchell echt in die beginner skin staan en dan zie je mij echt zo van, yeah, ik heb een battle pass. Kun je skins niet weggeven aan iemand of zo, bro? Nee, denk het niet. Ah, ik snap nu pas wat ze bedoelt met die tier. Je kunt inderdaad challenges doen en dan krijg je daar uiteindelijk tiers voor. Ik snap het, oké. Let's get it, man. Ik wil naar een gevaarlijke plek, man. Ik heb er zin in. Ik wil even die adrenaline door ons lichaam laten pompen gewoon, bro. Welke pakken we? De laatste keer dat ik adrenaline had vandaag. Ja jongens, leuk verhaal. Ik en Mitchell die zijn vandaag naar Nederland gereisd. Zijn we zo'n beetje 4 uur mee bezig geweest. En midden in opname, we waren een hele normale opname aan het doen. Sterker nog, we waren in die opname, ik verklap het alvast, jullie hebben een spoiler, geld aan het weggeven. Toen gingen we naar 2 oude vrouwen toe. Vervolgens komt er een man heel boos naar Mitchell toe lopen. Hij raakte hem nog net niet aan. En hij zegt, hey, ben je mensen aan het belachelijk maken voor YouTube? Wij kijken echt zo van, nee? En hij zegt, ja, laat ze met rust. Wij denken van, huh? Maar we doen nog iets goeds voor de medemens. Wat is het probleem? En toen uiteindelijk heb ik hem nog wel even op zijn plek gezet. Maar dat zien jullie allemaal in de video die op Dutch Tuber online gaat komen. So go and subscribe. Want jullie gaan het eigenlijk vinden. We landen. Tilten. Oké, let's go. Je weet het, hè, Mitchell. Dit is ons einde, man. Dit is ons einde der einde gewoon. Het kan niet anders. Waar gaan we landen in Tilted? Waar gaan we landen in Tilted? Welk meisje is trouwens het allerbeste in het spelen in Tilted Towers? Weet je die? No. Mathilde. Ja, we claimen hem met z'n tweeën. Pas we op. Hebben hem geclaimd. Nee, er is nog een guy. Is er nog iemand? Maar ik heb Ganoes. Waar is die? Hij is al weg. Hij is net op tijd weggegaan. Ik hoor hem anders nog wel lopen, man, bro. Dat is beneden, denk ik. Nou, dat denk ik niet. Dat klinkt als boven. Hé, hey, hij drinkt iets, man, broer. Niet goed. Ja, hij loopt hier boven. Ik ben dood, man, bro. Waar? Ja, beneden. We hadden ook echt bij elkaar moeten blijven. Ik snap ook echt niet waarom we gaan opsplitsen terwijl we in Tilted Towers zijn gewoon. Hij gaat mij nu... Oh, hij moest ook gewoon even laten zien, hè. Dat hij me... Hey, kill hem, alsjeblieft, Mitchell. Pak die revanche waar voor me. Naar beneden. Hij is letterlijk hier. Hij is letterlijk hier. Ja. Nee! Nee! Ik denk ik pak die minigun. Ik denk ik pak hem. Hij zegt nog waar.
Jongens, hé. Ik heb nog 1900 V-Bucks over. Ik heb jullie natuurlijk beloofd dat ik bij de 4000 likes een winnaar ga uitkiezen. Dus smash alsjeblieft die like. En laat mij even een andere emote selecteren. Want daar heb ik nu ook wel echt behoefte aan. Ah, dit is voor je loading screen. Oh, dan ga ik deze kiezen. Dat is amazing. En dit is emotes. Wow. Ik heb dab. En deze, wat doet die? Oh, dat is gewoon... Ai, ai, captain. Ai, ai. Ik heb ze. Ja, dit is perfect, man. Let's try it again, man. Hey, ik wil weer tilden, man. Ik wil laten zien dat we het zelfs daar kunnen gewoon. Het is ons wel eens gelukt. Ik denk dat het bij ons fout gaat dat we in een duo game mode zitten. Maar op het moment dat we in tilted komen, gaan we opsplitsen. Dat moeten we niet doen. Want samen hadden we die guy best wel kunnen hebben, denk ik eerlijk gezegd. Ja. Oh, dit is zo vet, bro. Ik heb nu een andere loading screen. In plaats van de normale heb ik nu allemaal dino's en zo. En een meisje die waarschijnlijk gaat opgegeten worden ofzo. Hallo meisje, gemaakt van snoep. Oké, okay. Gaan we weer naar tilted. Let's go, man. Bro, welke skin in Fortnite zou jij in real life willen zijn als je moest kiezen? Dat je die echt bent, zeg maar dan, hè? John Wick gewoon, want hij is legend. Echt? John Wick nog steeds? Ja. Je blijft loyaal aan Season 3 gewoon? Ja, tuurlijk. Ik denk Omega, man. Omega is wel echt die guy. Of welke heb je nog meer? Of die guy in dat pak. Dan ben ik zo'n beetje undercover. Niemand kan me zien. Welke skin zouden jullie in real life willen zijn? The Raven misschien? Laat het in de comments weten. Ik ben echt heel benieuwd. Hey, of Cupido. Die is ook wel sick, die skin, hè? Heb je Cupido skin? Ja, die had jij, vriend. Nee? Ja. Een Cupido skin? Ja. Ah, die Cupido. Ik dacht echt Cupido. Oké, dat stambeeld bedoel je. Hallo Mitchell, gang gang. Hallo Job, je ding viel weg. Oh, sorry, ja. Het spijt me. Vergeef me. Wij gaan ons best doen. Ik weet zeker dat als er ooit iemand bedenkt om Tilde Towers in real life na te bouwen en om daar toeristen naartoe te laten komen, dat die persoon uitermate rijk wordt. Ja, zeker is te weten. Oké, bro, jij komt vanaf de rechterzijde. Dus als ik mijn wiskundedocent van de vierde moet geloven, weet ik niet waar je uitkomt. Kom, pak deze hier. Kom, pak dit. Iets kleiner hier zo. De L-building noemen ze dat. De L-building. Die L-building. Hé, hey, achter de kast. Hé, hey, een kistie. Ik denk wel dat hier meer mensen zijn, man. In die L-building? Nee, er is niemand meer. Dat ben jij, ja, daarboven, ja. Ja, dat was ik. Is er toevallig iets lekkers in de koelkast? Is er toevallig iets... Nou! Schok, hè? Zo! Nou, dat was iemand ook niet erg probeert fijn. Ons te... Is hier nog iemand, denk je? Nee, maar we probeerden wel iemand te killen, dat... Er is hier iemand, denk ik, man. Nou, ik... Where are you? Ik ga denk ik hier vast even een trap plaatsen, man. Ja? Kom, let go. Stel voor jij was niet mijn teamgenoot, dan was je nu gewoon geklaard, hè? Dan was ik nu gewoon gekilled. Hé, hey, wat een leuke tafel! Oh, sorry. Oh my god, wat de heck? Shotgun. Waar zullen we naartoe gaan? Zullen we weg? Waar vandaan? Nee! Nee, bijna! Hij is bijna dood, pak hem! Oké, wacht. Waar is die? Hij is legit bijna dood, bij die bus daar. Bij die bus? Ja. Pas op, hij komt nu naar mij, nee, hij komt nu naar mij. Hij is bijna dood. Oh, wat, ik raakte hem zo vaak, maar hij was helemaal niet bijna dood. Hoe kom je daarbij? Dan heeft hij gehield. Oh, Tina P! Dat zeg ik, hij is bijna ja, dood. Ja, maar ik moest hem daarvoor eerst echt nog 4 keer of zo raken. Dus waarschijnlijk had hij echt nog iets van 60 HP of zo. Oh, balen. Mensen willen allemaal dat we naar Slenderman gaan zoeken, man. Misschien moeten we ze toch maar even geloven. Nou jongens, we gaan het doen. We gaan Slenderman zoeken. Let's go. Kan ik niet in ander? Ik ga iets anders op mijn rug doen. Ik ga... Oh... Doe mij op je rug. Oh, dit Stel voor, is je kan een andere skin op je rug doen. En dat zou best wel sick zijn. Ik ga andere glider... Oh, ik kon geen andere glider met je rug. Dan heb je gewoon iemand op je rug zitten in-game. Het zou best wel grappig zijn als je een bepaald item zou kunnen kiezen... waarbij je gewoon een tijdje op elkaars rug zou kunnen. Dus je zeg maar niet continu aan elkaar zit, maar dat je een lijm of zo pakt. Een soort zadel. Ja, precies, precies. Dat is toch super fantastisch. Dan kun je gewoon elkaar door de game heen tillen gewoon. Woep!
Oh nee. Oh nee, ik ga je in je billen schieten. In je billen. Bam. 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 Nou, doe eens even rustig, man. Agressieve vrouwen hier zo in Fortnite. Potjandori. Nou, jongens, wij gaan Slenderman zoeken, want iedereen die wil dat. Ik heb het idee dat jullie allemaal heel erg geïnteresseerd zijn in het leven van deze man. Bro, man, het zou zo vet zijn als we hem zouden kunnen vinden. Of als we zijn skin zouden kunnen pakken of iets wat erbij in de buurt komt. Oké, in het midden van Wailing Woods, Lego. Maar weet je wat ik ook vet zou vinden? Als er een bepaald item was waarmee je op de map een punt zou kunnen uitkiezen. En dat je daar dan per direct naartoe teleporteert. Oh, dat zou wel sick zijn. Gewoon een teleport item. Dat zou amazing zijn. Van de Enderman, de Enderpearl. Ja, precies. Dat je een soort van pearl hebt die je kunt aanwijzen waar je hem naartoe wilt gooien op de map. En dat je daar dan gewoon naartoe gaat. En dat hij dan op dat moment uit de bus valt. En daar kom jij. Dat is ziek. Dan hoef je dat hele glide ding kan je skippen. Jongens, wij hebben gekke ideeën over hoe Fortnite in de toekomst eruit zou kunnen zien. Als wij games konden maken, jongens. Oh. Was het klaar? Ja. Nou, op zich, ik vind het wel leuk hoe er gewoon mensen zijn die bijvoorbeeld nog nooit eerder een game hebben gemaakt, maar die zichzelf er wel in verdiepen zodat ze het ooit kunnen gaan doen. Dus misschien moeten wij dat ooit doen. Misschien moeten we gewoon eens kijken of we naar mensen die bijvoorbeeld nooit een game hebben gemaakt, maar die dan heel veel tutorials kijken, zodat ze het op een gegeven moment toch een soort van zelf kunnen. Oh. Oh. Mitchell? Wat ook. Wat is dit? Jongens, wat is dit? Wat is... Wat is wat? Ik vond een F. Is dat speciaal? Ik denk dat je dingen moet gaan verzamelen, bro. Jongens, die F. Stond dat voor een naar woord of stond dat voor iets positiefs? Ik denk dat het voor Fortnite staat, man. Misschien wel, misschien wel. Maar even serieus, ik krijg allemaal rare dingen. Heeft dat te maken met die Battle Pass? Ja, waarschijnlijk wel. Tenminste, ja, waar zou het anders mee te maken moeten hebben? Hallo, vogelverschrikker. Heb jij toevallig een langwerpige man zonder gezicht en zonder neus gezien? Nee? Oké, later. Noem je me nou gewoon vogelverschrikker? Oh, hey, Mitchell, leuk. Hier, bro. Ik heb wat voor je, alsjeblieft. Wat heb je? Ik had een potion. Oh, nice. Meer. Ik heb een bosje. Ja, weet je, ik ga mezelf er gewoon eens in veranderen. Op een of andere manier vind ik het nooit chill om een wandelende struik te zijn eigenlijk. Maar ik ga het gewoon eens een keer doen. Biedt dat ook enige armor? Nee, hè? Een bosje? Ja, nou, nee. Klinkt alleen al onrealistisch op zich natuurlijk, maar... is hier nog een kissie? Kissie. Meestal zitten ze wel hier ergens in de buurt nog, dus laten we anders hier gewoon een beetje rondkijken. Ik heb al een kissie gesloopt. Het ding is, ik kan dat bosje nu ook niet meer van me afkrijgen, terwijl die mij ook echt heel erg in de weg zit op die manier. Dat is echt naar. Oh, ik zie iets lopen! Oh, dat wat? Ben jij. Ik zeg net nog tegen je, nee, ik ben een bosje. Dat was sarcastisch. Oh, hey, luister, bro. Ik wil weten wat die bunker daar is, bro. Die bunker daar. Er is daar een bunker. Ja, ik zag het gisteren in volgens mij. Maar je kunt er niet in. Like, er moet iets mee aan de hand zijn. Dat kan bijna niet anders gewoon. Hé, ik zie ook een kist. Die ga ik openmaken. Hé, wil je iets grappigs horen wat wij gisteren op school hebben gedaan bij een klasgenoot? Ja, vertel, Mitchell. Oké, hij had een camouflage shirt aan, weet je wel? Een camo shirt. Oh, ja. Iedereen zei tegen hem, waarom kom je zonder shirt naar school? Waarom kom je zonder shirt? Waar is je shirt? Dat is van die memes, hè? Dat is van die memes. Echt? Ja, toch? Dat is, zie je zeg maar echt overduidelijk een guy in een camo shirt midden in een restaurant zitten. Oh, ja. En dan zeggen ze, why is there an empty chair with food, weet je wel? Dat is echt helemaal fantastisch gewoon. Maar hij was helemaal confused en hij snapte er niks van. Hij denkt, hè, zonder shirt? Hier sowieso nog wel een kist, man, denk ik. Maar ik vind het nu echt irritant, hè, dat bosje. Kom maar afschieten. Kan dat? Nee. Je gaf me hoop om eindelijk weer mezelf te kunnen zijn, Mitchell. Waarom doe je dit? Grapje. Ik voel me nog steeds oké. Wat wij even gaan doen, jongens, is wij nemen even een kijkje bij de kist die wij daar verderop zien staan. Bij je broodtentje. Ik zou best wel graag weer willen kamperen, man. Dat moeten we inderdaad echt doen voor een video. Ik denk dat het goed zal aanslaan. Dat moet je echt een keer doen, man. Hé, daar ligt nog een potion. Oh, die heb ik eigenlijk wel nodig. Ik ga die even pakken, man. Hier zo. Oeh! Hier, bro. Ik neem die wel mee. Hem. Waar ben je? Hier. Mitchell de potionman, die heel goed potions maken kan. Hier, kom, in dit huisje. Nou, hier. Nee, ik doe het op mijn manier. Inbreken! Zo, ja, nice. Nice. Nou, jongens, we zijn lekker bezig. Heb jij er ook nog eentje nodig, of niet, toevallig?
Oh, jij smiegt! Nee, ik heb hem niet nodig. Hou hem maar. Want ik heb allemaal legendaries gekregen en zo, dus hou hem maar. Ik denk al van, hè? Waarom is hij in één keer zo stil en waarom loopt hij weg? Wij hebben bijna de 4000 likes. Dat betekent dat ik zo meteen de winnaar bekend ga maken van de V-Bucks. Dus als je wilt winnen, stuur me ook direct even een berichtje op Twitter. Met daarbij dus dat je wilt winnen. Dan kan ik jou de V-Bucks uiteindelijk geven. En natuurlijk even een like doen en abonneren. Dat is het allerbelangrijkste. Oh, dat was ik. Sorry. Je liep me weer helemaal kapot. Nee. Ik had het verkeerde geselecteerd. Ik vind het wel leuk om te zien, jongens. We moeten richting de cirkel, bro. Kijk hoe ver. Je hebt gelijk. Ah, we hebben nog 2,5 minuten. Dat lukt wel. Maar ja, laten we er wel naartoe lopen. Ik vind het leuk om te zien dat jullie de streams ook terugkijken wanneer het een video is geworden. Als je dit nou niet ziet op 19 mei 2018, dan weet je dat het geen livestream meer is, maar een video. In dat geval, veel kijkplezier. Want het is een lange video tot nu toe al. Ja, ik weet niet hoe lang. Ja. Ja, op een of andere manier. Vroeger streamde ik wel altijd heel erg lang. Dat heb ik toen een tijdje niet gedaan. Dus het is extra leuk om dat nu weer op te pakken. Ja. Maar in ieder geval... Oh, hey, Mitchell! Oh, nee. Job. Oh, Mitchell. Je schrok. Woe! Je schrok. Ik ken het, man, bro. Zo, hopsakeetje. Als een baas. Oké, je hebt wel gelijk inderdaad. We moeten wel vaart maken. Ik denk dat we het net gaan halen zonder erin terecht te komen, to be honest. Hoppakee, Mitchell. Ik heb een scar. Heb je een scar? Yep. Wie is eerder, Mitchell? Ik ben fully health! Wat gaat er eigenlijk eerst af wanneer je in een storm komt? Ja, niet je armor, hè? Nee. Gewoon je leven gaat eraf, dat is wel naar. Ja, klopt. Nou, Mitchell is de scarman die goed kan schieten, dus die moet nu... Kan ik goed schieten? Nou ja, ik hoop het maar, want je hebt een scar. Hoeveel hout heb je? 300. Ik heb... Oh! Waar, bro? Nee! Bij de... ijzerrast ding. Hij komt met de trap omhoog. Pak hem, bro. Hij is... Achter je ogen... Nee. De score? Je hebt nog een score! Die is weg. Die is kwijt. Rip. We hebben de 4000 likes gehaald. Yes. Dat betekent dat ik dus een winnaar ga uitzoeken. Die dus de 500 Robux plus de skin heeft gewonnen. Of de 1000 Robux. Is maar net wat die persoon graag zelf wilt hebben. Ik ga even kijken wie de winnaar moet zijn. Dat kan ik moeilijk doen via de YouTube chat. Want daar is het namelijk heel erg hectisch op dit moment. Ik kan daar heel moeilijk een naam uitkiezen. Want als ik een naam zie... Is hij alweer verdwenen? Dus wat ik ga doen, ik ga even naar mijn Twitter toe. En ik ga even kijken of er iemand is die zowel op mijn Twitter als in de YouTube reacties een berichtje heeft achtergelaten. En dan kan ik hopelijk iemand heel erg blij maken vandaag nog. Ik ga het even checken. Even kijken. Ik zie zoveel berichten op Twitter en in de YouTube chat, hè, jongens. Weet je wat ik denk ik het beste kan doen? Omdat ik hier echt even de tijd voor nodig heb. Want ik moet natuurlijk ook controleren of iemand wel echt geabonneerd is. En of iemand wel echt geliked heeft. Duurt even een tijdje. Ik denk dat we nog ongeveer een half uurtje doorgaan met streamen. Misschien iets korter, misschien iets langer. Dus zodra de stream is afgelopen, ja, ga ik direct checken wie de winnaar is. En dan maak ik dat even bekend via mijn Twitter. En dan zal ik diegene, net zoals gisteren, dat was Dani. Dani, ik hoop dat je blij was met je 1000 V-Bucks. Die ga ik dan gewoon even connecten. Dus de giveaway is nog gaande. Liken de like, kijken de kijk. Sowieso. Liken de like, kijken de kijk. Dat vind ik een hele mooie van. Liken de like, kijken de kijk. Ik voel mij een holy shike. Ik zie dat heel veel mensen willen winnen. Weet je, we gaan het gewoon even gek maken. Ik heb namelijk 1900 V-Bucks op mijn account. En ik ben niet van plan om die uit te geven. Dus omdat jullie natuurlijk heel graag willen winnen... Doe ik gewoon die erbij. Ik geef 2 giveaways weg. Ik geef 1 keer 1000 V-Bucks weg, 1 keer 900 V-Bucks. Dus bij de 5000 likes ga ik nog een winnaar erbij kiezen. Dus dan ga ik na de stream er 2 uitkiezen. Dus smash die like, geniet nog even van de stream zolang we gaande zijn. Kijk die vlaggetjes op mijn rug, bro. Ik voel me net een of andere wandelende bootmast of zo. Dat is bizar. Een wandelende bootmast. Weet je wat ik zo sick vind, bro? Dat mensen met de raarste dingen tegenwoordig goocheltrucs kunnen. Ik heb hier een servetje liggen. En er zijn gewoon goochelaars die hier al een zieke truc mee kunnen doen gewoon, hè. Dat is echt bizar. Ja, dat is bizar, inderdaad. Zullen we gewoon eens een keer naar een... Lucky Land. Ja, dat is wel gevaarlijk. Want dat is wel de eerste plek waar we langskomen. Nee. Lucky Landing pakken we. Ja, echt waar? We pakken hem. Ja. Oh, Mitchell is op die risico's, man, bro. We gaan het klaren. Let's go. Ik heb er wel zin in. Ik ben benieuwd. Oh, bro, weet je zeker dat dit een juiste keuze was? Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik begin het hevig te... Nee, dat is geen juiste...
Ja, ja jongens, wel. We gaan per direct dood. Jawel, er is niemand! Wat? Waarom? Jawel, daar gaan mensen naartoe, bro. Toch? Alleen ik? Je kunt me niet wijsmaken dat de eerste... Alleen wij. Wat de heck, bro. That's pretty amazing, like, dat is voor... Oké, dat was jij, ik schrok al even. Dat was ik, ja. Weep. Zo. Nou, nice, dan zijn we schijnbaar de enige hier, dat zou heel mooi zijn. Dan kunnen wij hier alles even lekker meenemen. Ik zie hier al gelijk een shotgun liggen, mooi meegenomen. Zo, sesam open nu. Is hier wat? Nee, dat is gewoon de buitenkant. Nee, in ieder geval 5000 likes. Ik ga gewoon bij elke 1000 likes weer een kleine giveaway erbij doen. Als we de 6000 likes halen, ga ik misschien wel een skin nog weggeven. Ik bedoel, niet een skin, maar dat zijn dan geloof ik 800 V-bucks plus een skin. Dat is zeg maar zo'n speciale package in de shop. Dus dat moet goed komen. Oh, er is hier zelfs een ding, man, bro. Er is hier een vendingmachine, maar die is niet echt heel erg interessant. Stel voor je zou in real life een vendingmachine hebben waar je guns uit kunt krijgen. Lijkt mij niet zo heel erg veilig met hoe mensen tegenwoordig in elkaar zitten. Nee. Ik hoor de hele tijd een chest, maar waar is die? Ah, ik dacht hij hier was, man, bij mij. Nee, hij zit hier. Huh? Oh, ik heb hem denk ik kapot gemaakt zojuist. Oh, wat een drama, jongens. Wat een drama, jongens. Ik heb trouwens een manier om de koelkast heel snel open te krijgen. Het is heel efficiënt. Heel erg efficiënt. Echt waar, oprecht. Ik heb heel veel spullen trouwens. Ben je bekogeld of wat? Nee, ik ben even lekker wild aan de slag aan het gaan hier zo. Heb jij alles al gehad, bro? Nee, hè? Ik heb alleen dit huisje nog maar gehad, man. Besef, we zijn nog niet eens echt overal doorheen geweest. Heb jij nog een gun nodig? Nou, ik denk dat ik op zich ook wel goed begin te zitten nu, man, bro. Oh, wat heb ik nou gedaan? Zo. Ik hoor hier... Hey, een kissie! Oh, nice. Dat is mooi meegenomen. Zo. Wij hebben op de stream 4200 likes. Bij de 5000 likes ga ik dus nog iets weggeven. Dus smash dat blauwe duimpje omhoog, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Er is er nog één, ja. Die zou hierboven moeten zijn dan, right? Ja, hij is hier. Een kissie, een kissie, een kissie. Een kissie. Zo, nice. Wat zit erin? Oh! Oh! Nice. Oké, we kunnen weer verder. Mijn loot is over het algemeen gezien wel te doen. Ik heb alleen wel echt even heel snel wat meer hout nodig. Misschien kunnen we dat nu alvast snel verzamelen. We zitten toch dicht bij de cirkel. Job, ik heb je bad ene raadsel. Echt? Wat dan? Als je een battle pass hebt, krijg je challenges. En dat is één challenge. Je moet bad ene. Ah, maar ben ik dan ook de enige die bad ene ziet, of niet? Ja natuurlijk. Ja, want jij zag hem niet, ja. Ik was helemaal excited. Ik zeg, ja, bad ene. Ja, ik zeg, Mitchell zegt, bad ene. Ik weet niet wat je hebt gerookt in Fortnite, maar... Een slurpie slurp! Een slurpie slurp! Even lekker slurpen. Dat is nog eens mooi meegenomen. Zo, jij hebt een groot huis? Jeetje. Ja, dat is mijn. Ik ben hier sinds kort wezen wonen. Ik vond het een mooie bezienswaardigheid. Ja, jeetje. Ik vind het op zich die Chinese huisjes, die theehuisjes en zo. Ik vind ze er nog wel mooi uitzien, to be honest. Dat heeft wel iets. Ik moet altijd denken aan een Chinees restaurant of zo. Ik hou zo erg van Chinees eten trouwens. Nou, ik weet al wat het maandag gaat worden. Nee, ik vind Chinees echt het allerlekkerste eten wat er is. Dat is echt bizar. Nee, ik niet, man. Pasta. Ook, ik heb ook momenten dat ik echt in de Italiano vibe ben. En dan hou ik van pasta. Maar Chinees heeft altijd mijn voorkeur gewoon, man. Dat is een feit. Dat. Nou, ik heb in ieder geval een chuck, dus dat is mooi. Wat is hier wat onder? Oh, nog een kist. Op zich mooi meegenomen, I guess. We moeten wel een beetje alvast richting de cirkel gaan. Ja, nou ja, dat is niet zo erg. Zo. Oh, nice. Hey, Job, weet je nog wat je zei waardoor we zouden verliezen? Ja. Of niet nee, eigenlijk niet. Wat zei ik dan? Oh ja, je hebt gelijk, Mitchell. Mitchell, you are right. Ik wacht op je. Je hebt geen funny damage genomen daar zo? Jawel. Oh, wel. Ik had zo'n gevoel. Ja. Ik zag je zo naar beneden springen. Hey, weet je, bro? Weet je waar ik echt op aan het wachten ben? Nou... Aliens die naar Fortnite komen. UFO's. Zo. Dat zou knijtersgek zijn, man, bro. Dat zou heel eng zijn. Hé, hey, luister. Er is daar zojuist een airdrop terechtgekomen. Hé, hey, wij vinden wel heel veel airdrops, hè, deze video. Ja, klopt.
video livestream. Oh ja, ja, deze livestream. Ja, voor de meeste mensen nu een livestream. Misschien later een video, maar inderdaad. Het is echt bizar. Ik denk dat voor de meeste mensen een video is hoor, maar... Uiteindelijk wel. Ja, waarschijnlijk voor zo'n beetje 40.000 mensen gaat het een video zijn. Nice. Oké, even kijken. Wij moeten nog 34 mensen elimineren, om het even netjes te zeggen. Dus, eliminate the players. Ik ben benieuwd in hoeverre dat ons gaat lukken, Mitchell. Het zou leuk zijn in ieder geval. Oh, er is daar nog een kist. Is dat een kistje? Nee. Jawel. Dat is toch geen kist? Ik zie een kistje. Dat zijn kogels. Nee, Mitchell. Kijk, het is een kistje. Oh. Oh ja, ik zag kogels. Wat heb je? Ik heb een legendary sniper. Oh, Pannefort! Nee, echt? Heel mijn inventaris zit vol met useful things. Ja, bij mij zit bandage en een hunting rifle, een submachine, een shotgun en een assault rifle. Is daar iemand? Waar? Zelfs geen sniper is een hunting rifle die ik had, maar... Waar ben jij? Oh, daar ben je. Ja, ik heb ook een hunting. Boah, ik heb gewoon een port ervoor gekregen. Ik heb het idee dat dit nog niet geloot is, dit huisje. Ik heb wel shotgun shells en zo, ja. Oh, het is wel geloot. Is er iemand? Nee, ik denk het niet. Wat is dit voor gekke structure, man, bro? Iemand is hier hem gegaan. Iemand is hier helemaal hem gegaan. Gewoon legit, man, bro. Ja, ik wil eigenlijk even heel veel hout verzamelen, maar ik wil ook niet doodgaan nu. En ik ben echt heel erg easy te killen in Fortnite. Like, that's the big problem. 100. Hoeveel? 100. Oh, nice, man. Ja, ik heb wel een chuck. Zullen ik die anders alvast nemen? Ja, hè? Ik ga het gewoon doen. Die kan je nemen, ja. Ik ben liever 100 dat ik zometeen misschien die chuck nodig heb en hem niet meer heb, dan dat ik zometeen die chuck nog heb en ik dood ben omdat ik net iets te weinig had. Oh, ik schrok me dood, Mitchell, bro. En bam. Zo, nice. Laatste 31, man. Ja, we zijn lekker bezig, man, bro. Ik dacht dat ik iemand zag, maar dit kan aan mij liggen. Ja, ligt aan mij. Ik hoop maar dat het aan jou ligt, man. Hé, we kunnen onze Porta Fort nu heel erg uitbreiden. Als we die zometeen hebben. Als we zometeen onze Porta Fort neerzetten, dan heb ik heel erg veel hout om hem nog mee uit te breiden. Mijn Minecraft mentaliteit neemt altijd een beetje over op dit soort momenten. Lekker bouwen. Oh, we hebben echt heel erg veel, man. Ik heb 700 hout, bro. Hé, we weten nu waar we naartoe moeten, hè. Dan ga ik mijn Porta Fort neerzetten, man. Op een berg. Oké, zo is goed, man. Oh, we moeten langs Dusty Default, man. Let's go. Where are you at? Ik ben hier, man, bro. Ik zou inderdaad even op je wachten. Ja, ik heb echt die freaking solo mentaliteit in games, man, bro. Het is bizar. Ik wil altijd direct wil ik in mijn eentje wegrennen. Zo is slecht. Ah, kom, let's go. Wat ik wou zeggen is, wij moeten nu alvast anders even gewoon een berg uitkiezen om daar gewoon even lekker te schuilen, totdat iedereen elkaar afslacht. Afschlacht. Afschlacht. Oh, we moeten wel ver lopen, man. Ah, we hebben tijd zat. Oh ja, inderdaad, het is best wel pittig, ja. Het is een pittig eindje wandelen. Als ik nog een scar zou hebben, dan is echt gewoon mijn inventaris compleet. En dan heb ik gewoon een legendary hunting rifle, of sorry, legendary, super rare. Een Porta Fort, een medkit, een shotgun. Ik heb hier alleen... Hoe heet zo'n ding eigenlijk? Dat is een burst assault rifle, oké. Wat voor guns heb jij, bro? Wat voor guns ik heb? Yes, yes. Een pump. Ik heb een assault rifle. Ik heb een hunting rifle. Machine gun. En ik heb nog team bandage. Mitchell is op de grind, man, bro. Mitchell is grinding for that money. Ik heb alles blauw, hè. Behalve alles, bandage. Alles blauw. Gekke shit, grapje, man. Grapje. En mijn assault niet, maar... Zo. Oké, ik ga nu even stoppen met hout verzamelen, want dat zit echt voor de komende 10 jaar wel goed. Ik heb 448, dus... Genoeg hout in ieder geval, dat is duidelijk. Ja. Het is gewoon zo verleidelijk. Houthak is ook gewoon leuk in Fortnite of zo. Ja, als je niks te doen hebt en je komt niemand tegen, dan moet je gaan hakken. En we moeten echt gaan lopen nog. Ja, we moeten wel opschieten, inderdaad. Laten we dat doen. Nee, maar ik ben een beetje bang, man. Ik wil eigenlijk, wanneer we in de cirkel zijn, wel direct beginnen met het maken van wanneer de poorten voor, man. Wanneer we in de cirkel zijn... Gewoon direct beginnen met de Porta Fort, man, eigenlijk. Want ik ben bang, hoe langer we wachten, hoe groter de kans wordt dat we doodgaan. Mee eens, mee eens.
Ik kom met je mee hoor. Ik vind het zo leuk om gewoon te bouwen. Ik ben echt in die Minecraft mood all day. Het is vreselijk gewoon. Het is echt vreselijk. Deed jij dat? Oh, daar zou een poortenfort zo perfect zijn, hè, op die berg. Maar ja, dat is buiten de cirkel. Bovenop, op die punt precies. Ja, op die punt, man. Gaat dat lukken? Nee, hè, dat is net erbuiten, of niet? Ja, dat is precies erbuiten. Ja, we zijn bijna... Ah, oh, nee, Dusty Dieven. Dieven! Hij zegt nog Dieven. Maar dat klinkt alsof je een guy die een dief is en die is net vrij. Een ex-dief is een Dieven. Ja, maar zo heet het. Abo, dit is echt gevaarlijk, hè? Dat is die Dievot. Hoor je hier niet omheen? We gaan hier omheen lopen, joh. Ik ben niet gek. Dit is hier omheen. Hey, ja. we kunnen hier die poorten voor het neerzetten, heel mooi. Nee. We moeten iets verder door, want dan kunnen we. Lama! Waar? Oh, daar. Oh, wat de heck, bro! Hij valt volgens mij net in de cirkel. Ik van, nou, ik weet het niet, maar we hebben zoveel geluk. We vinden lama na lama. Het is bizar. Weet je hoe dat komt? We landen elke keer lucky landing gewoon. Oh, lucky schrok man. Jouw klap op de tafel leek gewoon even op een freaking gunshot. Kan die niet schieten, bro, want hij kan kapot. Waar is die guy? Hou hem in de gaten. Ja, doe ik. Waar is die? Hij is daar. Nee. Oh nee. Shit. Daar gaat onze lama droom, Mitchell. Ik heb hem heel hard geëerd. Ik heb wegwezen nu, bro. Ik ga keihard dood, hè. Ik ben dood. Bro? Oh, ik heb nog falling damage genomen. Jop, ik ben dood. Nu ben ik helemaal klaar. Ja. Bro, rennen, you got this. 12 mensen nog. Ah, balen, man. Ik wou die lama! Ik was nog bezig! Ik had mezelf moeten inbouwen zoals mensen dat altijd zeggen, man. Maar die lama die ziet er zo leuk uit. Elke keer wanneer ik hem zie is gewoon een cadeautje, man, bro. Ik moet hem openmaken. Nou, we hebben in ieder geval bijna de 5000 likes. En nogmaals, voor de nieuwe kijkers, 5000 likes betekent nog een extra giveaway. Dus smash die like, abonneer op mijn kanaal en maak kans op gratis V-Bucks. Doe het snel. Ah, bro. Hoe lang zijn we? We zijn al bijna 2 uur bezig, man, bro. Oké. Ik heb al mijn drinken al op, hè. Je zei neem extra mee. Ja, man, bro. Het is bizar. We zijn echt gewoon... Nou, ik moet zeggen... We moeten net even iets slimmer zijn. Elke keer wanneer we iets zien, zijn we te snel afgeleid of zo. Vooral ik. Ik moet plassen, maar ik blijf lekker zitten tot het einde. Ik heb 100 V-Bucks erbij gekregen. Lekker. Ik heb er nu precies 2000. Dat zou betekenen, jongens. 2 giveaways van 1000. Like and a like. A like and a like. Like you do like. Dit is echt fantastisch. We gaan het gewoon nog een keer proberen. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Iedereen zegt rip lama. Sowieso rip. Bro, weet je wat het echt heel goed zou doen? Als ze, net zoals bij Pokémon kaarten, pakjes met Fortnite kaarten zouden verkopen. Oh, ja, ja, ja. Klaar hè, bro? Dat zou echt speelgoed zijn. Dat zou iedereen kopen. Ik weet het zeker. Perfect om te ruilen op een schoolplein en zo. Ik hit ook gewoon iemand. En als je naar het toilet moet, kun je gewoon nu even snel gaan, hè, bro? Nee, ga ik niet meer redden, denk ik. Nee. Ik wou net op gaan staan. Waar zullen we naartoe? Hey, kom, ga naar dit huis. Dat is in Lonely Lodge. Dat is diegene met die hele grote kelder. Waar je zeg maar uitkijkt over het water. Dat is amazing. Hey, misschien is Slender wel verplaatst naar Lonely Lodge. Ja, dat is inderdaad een hele slimme. Dat zei ik gisteren in de stream ook al. Van misschien heeft hij gewoon een combinatie van waar hij is. Een keer Wailing, een keer Lonely, Wailing. Hij heeft ook geen zin om altijd in hetzelfde bos te zitten, jongens. Misschien is hij ook wel mooi, Meyer. Zou ook kunnen. Dat huis gaat denk ik wel gepakt worden, dus we moeten wel echt snel zijn. Ik ga altijd dood hier, hoor. Maar... Is niet erg, weet je. Ja, ik in Fortnite ga ik dood, weet je. Dat is het fijne aan Fortnite, jongens en meisjes. Je kunt net zo vaak respawnen als je wilt. Net zoals in Roblox en Minecraft. Het zou toch blauw zijn? Waarom is die groen? Blauw? Hoe kom je daarbij? Hé, oké. De toren.
Nee, we gaan voor het huis. We gaan ervoor. Ja, ik ben al in de toren. Oh, dat was... Ik weet niet of ik nu de enige hier ben, maar... Kom op, laat er een wapen uitkomen. Ik hoop het wel in zekere zin. En jongens, als ik een huis zou mogen uitkiezen in Fortnite waar ik wil wonen, dan is het deze man, bro. Besef wat voor ziek huisje dan hebt, even zonder grap. Nou, beterschap. Hij zou er gewoon... Ik denk dat er iemand hier is, man. Ja, ik heb jouw audio harder staan dan Fortnite, dus... Mm-hmm. Mooie garage, mooie auto. Nu is de band lek, sorry, het spijt me. Ik kom jouw kant op, Job. Ik heb een beetje pech, man, bro. Ja, ik heb een beetje... Wat, tenminste? Ja, ik heb een beetje pech, denk ik. Kan nog natuurlijk. Er zijn zat kamers over, maar... Het lijkt erop dat ik hier... Nou jongens, we doen ons best, maar het lijkt erop dat hier gewoon niet zo heel erg veel ligt voor mij. Dat is jammer, ik had gehoopt op het beste. Job, kom, we moeten weg, we moeten weg. Moeten we ook gewoon al weg? Ja, die cirkel is best wel ver. Ik heb zoveel pech gehad, hè, bro, hier met loot, dat is echt bizar. Ik heb echt niks gekregen wat ik echt... Ja. Wacht, ik hoor... Daar ben ik. Ik hoor een kist. Oh. Ah, ik zie hem. Ik heb 10 bandages. Geef mij even wat goeds, man. Ik heb moeite gedaan om hier te komen. Potjandori. Ik heb helemaal niks usefuls, man, bro. Oh nee! Het is een camera! Pff, die spat ook gewoon toen ik hem sloeg. Oké, ja, inderdaad. Je hebt wel gelijk, man, broer. We moeten wel gaan lopen, denk ik. Nou, let's go. En ik heb even wat meer hout nodig, trouwens. Maar dat is ook wel echt... Nou, kom, vanuit. We gaan nu. Kom. Hup, lopen, hup. Boah, dit halen we makkelijk, hè, want we hebben hier zometeen ook nog 2 minuten hierna, hè. Dan komt hij natuurlijk wel richting ons, dus dat is wel iets minder dan 2 minuten waarschijnlijk, maar... Heb je alles wat je nodig hebt, trouwens? Ik heb, 2 wapens en ik heb bandage, dus, ik heb de basics. The basics to survive! The basics to survive. Oh nee, het is een... Hoe heet zo'n ding ook alweer? Die kan veranderen van auto naar robot? Een Transformer! Het is een trans... Ik vond het vroeger amazing, hè. Ik dacht van, wow, stel voor je hebt een Waggy die kan veranderen in een zelfbesturende robot. Dat is echt sick. Dat is ook gewoon echt best wel sick. Dit houden we easy, man. Easily. Easily. Ik heb in ieder geval... Vertel. Wij komen eigenlijk amper mensen tegen. Ja, maar dat wij idioten zijn die ver buiten de cirkel landen. True. Iedereen denkt van, ja, skip dat, man. Dan gaan we buiten de cirkel zitten. Wij, ja, man, let's go. Er is niemand hier. Daar is niet... Oh. Uh-oh. Hoorde jij dat ook? Ik hoorde het niet, joh. Is het Slender? Iemand is aan het snijpen. Dat is een sniper, hè? Dus inderdaad wel Slender. Slender met een gun. Er is daar iemand binnen, bro. Waar? In dat huis. Op 267. Het eerste huis wat je daar ziet. You sure? Ja. Ik pak mijn shotgun. Ik moet reloaden. Ik heb 1 gekillt. Oh, wat was jij? Ik hit nog op jou, bro. Nee, er is daarboven ook nog iemand. Pas op. Er is nog iemand. Maar laat me even naar beneden. Hij is hierin. Nee. Ik moet heel even revive, man. Oh shit. Is dat bij jou? Je moet me helpen, je moet me helpen. Waar is hij? Boven, snel. Ik ben dood, man. Waar is hij? Boven, bro, boven. Ja, ik ben boven. Shit, man. Ah. Nee, niet boven, gewoon bovenste verdieping. Like, van het huis. Je kunt haar nu makkelijk hebben, want ik heb echt heel veel damage gedaan. Waar is die info? Oké, jongens, like de video even, want ik heb het jullie al verteld. Bij de 5000 likes geef ik dus wederom mijn 2e giveaway weg. En als je er kans op wilt maken, moet je even een leuke reactie achterlaten. Ik denk trouwens dat ik na deze video misschien een leuke short movie voor jullie online ga gooien. Een Fortnite short movie, om precies te zijn.
Ik heb toestemming gekregen van de Amerikaanse maker ervan om hem in het Nederlands te verfilmen. Of nou, verfilmen, om hem in het Nederlands te uploaden. Dus als jullie die willen checken, dan is dat mogelijk. Mitchell is trying his best, maar ik denk dat de persoon al gevlogen is. Nee, want ik hoor nog voetstappen. Ja, ze is echt boven, man. Ik denk dat ze jou ook aan het zoeken is, want ze weet donders goed dat ik een teamgenoot heb. Oh! Nee, ik was zo scheef! Nou, druk op ready en ga snel even naar het toilet toe. Dan kunnen we ondertussen verder gaan. Ik ga even een ander loading screen kiezen, jongens. Ik vind dat wel grappig. Even kijken, ik ga voor... Die is ook wel vet. Die is vet. Oh, deze is ook gevaarlijk, man. Oh, wat? Iemand heeft gewoon op een lama gescoopt. Dat is ook wel sick. Oké, daar ga ik ook voor. Ik ga even een ander karakter kiezen. Ik vind het wel leuk om een beetje aan te passen. Ik ga voor... Ja, ik ga voor deze chick, man. Hoe heet ze? Techniek. Spray up a storm. Oeh, dat klinkt wel gevaarlijk, man, bro. Oké, nice. Ik zou zeggen, jongens en meisjes, doe nog even een dikke vette like. Want bij de 5000. We zitten al bijna bij de 5000. Bij de 5000 likes ga ik dus weer een nieuwe giveaway doen. By the way, ik vind het wel echt super grappig dat die fort of die lama... Zeg maar die piñata, dat zo'n ding is geworden. Want piñatas die waren eigenlijk al heel erg lang een ding. FIFA piñata bijvoorbeeld. Kennen jullie dat nog? Ik heb dat kapot gekeken. Hoe ging ook weer dat intro? FIFA piñata. Altijd feesten. FIFA piñata. Ik denk dat Mitchell stiekem probeerde binnen te komen ofzo. Of mijn deur is gewoon open gegaan. Nee. De deur is op magische wijze open. Ik dacht heel even dat Mitchell probeerde in te breken bij mij. Gelukkig was dat niet het geval. Mitchell, snel! Kom van het toilet! We hebben nog maar weinig tijd! Ik kom van het toilet! Nou, Mitchell, we gaan lekker naar Wailing Woods. Want mensen die willen nog steeds dat wij Slender tegenkomen. Besef hè, jongens, ik was 3 uur bezig om hem tegen te komen voor die video. Dus of we hem nou nog een keer gaan tegenkomen, die kans schat ik relatief klein in. Maar nou, we proberen het gewoon. Let's go. Never give up. Hey, ik heb trouwens een andere skin geselecteerd, hè, bro. Ik heb die techniek geprobeerd. Die spray girl. Met die graffiti en zo. Nice. Super amazing gewoon. Waar zullen we naartoe? Laten wij... Ik ga even naar het midden toe. Of ik wil eigenlijk ook wel die... Anders ga jij naar het midden. En dan pak ik even die houten statue daar verder op. Ga je opeens looten. Die statue, daar zit vast wel iets leuks. Wat moet dat eigenlijk voorstellen, jongens? Dit ding wat hier gemaakt is van hout. Dat is een kat of zo. Ja, hè? Of ik dacht heel even... Ik kom naar jou, want er komt een andere guy hier. Ja, echt serieus? Ja. Dat is naar. Nou, ga even kijken wat hier is, jongens. Is daar veel te vinden, denk je? Ja, ik heb hier wel een keer een kist gevonden, maar... Het lijkt erop dat er op dit moment helemaal niks is. Ik ben hier nog nooit... Oh ja, net ik heb ook gewoon 20 damage genomen, als een sukkel gewoon. Is niet erg, jongens. Nee, hier gaan we niet echt iets vinden, man. Ik dacht heel erg dat ik een lama zag. Ik werd bijna blij, bro. Nee, daar is een kist. Ik dacht heel even dat ik een lama zag. Ik wil eigenlijk gewoon een keer een Fortnite lama in real life openmaken. Misschien zou je die ergens kunnen bestellen. Ik ga dat eens even checken. Een freaking Fortnite lama in real life, jongens. Stel voor. Oh. Kende jij dat, bro? FIFA Piñata? Ik had het er net over. FIFA Piñata. Altijd feesten. FIFA Piñata. Oeh, nice. Nou, nice. Valt eigenlijk ook wel weer mee. Vooral als jij zegt dat hier net iemand liep. Er staat daar iemand, bro. Ja, dat zal waarschijnlijk die persoon zijn. Ik heb alleen een shotgun, hè. Word jij geschoten? Ja. Long range close range. Long close. Ja, hier bro, kom! Ik ben dood, man, bro. Please kill haar. Oh. Nee! Wacht, ik ben benieuwd hoeveel health heeft ze. Hoeveel health? Ik ben dan naar de lobby gegaan, man. Oh, het staat nog 67. Dit is waarom ik een handgun haat, jongens. Je moet zeg maar... Per direct eigenlijk raak schieten, want anders moet je weer wachten, herladen, al die onzin. Dus dat is een beetje het nadeel. Maar ja, we gaan het gewoon lekker nog een keer proberen. Ik vind het wel leuk hoe ze gewoon zoveel verschillende soorten Fortnite skins hebben in zoveel categorieën. Je hebt een meisje die graffitied, je hebt een soort van Grim Reaper, een soort van de dood dus. Dan heb je een man in een of ander Iron Man pak. Ik vind het echt super tof dat ze dat zo hebben gedaan. Allemaal verschillende soorten skins. Let's go. Jongens, ik ga even wat leuks tweeten. Ik ga gewoon even hoi tweeten. Nee, wacht, ik tweet gewoon even hoi.
Hopsakeetje met een smiley. En als jullie dat even allemaal retweeten en liken, dan weet ik dat jullie meedoen aan de giveaway. Dus like dat even zo. Hopsakeetje. @DutchTuber is mijn Twitter. Even liken, retweeten. You know the joke. Hey, zus! Tweelingzus! Ja, ja, ja! Hey, wat schiet je op mijn zus? Jij raar meisje met je lolly. Nou, let's go. Met je lolly. Met je lolly. Waar gaan we landen? Junk Junction, daar wil ik ook een keer naartoe. Springen. Waarschijnlijk is het een domme keuze, want de meeste mensen die willen natuurlijk zo snel mogelijk spelen en dus ook zo snel mogelijk uit de bus. En dat is inderdaad bij Junk Junction. Dus dat kan of heel goed uitpakken of het kan heel slecht uitpakken. Het is hoogstwaarschijnlijk één van die twee. Oh, daar is een... pakken die loods ernaast. Of is het, komt er niemand? Nee, er komt niemand op Junks. Wat is dit eigenlijk? Er is gewoon niemand bij Junk Junction. Ik pak die chest. Woep, ik ben er. Zo, ik heb in ieder geval al kogels, maar daar hebben we nog niet zoveel aan zonder iets erbij. Heb je kist gevonden? Ja. Ik ook. Lekker aan de rand van Fortnite, jongens. Ik heb een legendary gekregen. Oei, dat was hoog. Oink. Oink, oink, oink. Oink. Nou jongens, wij pakken even deze mooie assault rifle. Die kan ik goed gebruiken. Je kan hier heel veel ijzer verzamelen. Ja, eigenlijk zouden we dat natuurlijk wel kunnen doen. Want ijzer is veel moeilijker kapot te maken. Dus mochten we een bunker willen bouwen, dan gaat hij niet zomaar kapot. Oh, er is hier nog iets. Als we een vendingmachine tegenkomen. Ja, dat is ook heel chill. Ja, en meestal is ijzer het zeldzaamst dat je kunt inruilen. Dus dan krijg je daar ook altijd iets heel goeds voor. Er is hier nog ergens... Maar ik hoor een kist, maar het is zo naar als je een kist hoort, maar je kunt hem gewoon niet vinden. Maar je kan hem niet vinden. Dat is zo messed up. Maar ik heb eigenlijk al alles wat ik nodig heb op dit moment. Ja, alles. Ik zou natuurlijk een Port of Fort zo goed kunnen gebruiken, maar... Nou, ik ga toch maar even voor het houden, want we moeten natuurlijk zo meteen ook lopen. Maar als jij een beetje ijzer hebt, is het al wel mooi. IJzer en hout, jongens en meisjes. Het beste wat je leven kan redden in Fortnite. Ik heb al 171 ijzer. 171? Dat gaat best wel snel. Ik wil niet te ver van je weglopen hoor, maar ik moet even elke keer een nieuwe boom pakken. En het is geen bos, dus ik moet een beetje goed kijken. Ik zie hier nog een klein bouwwerkje. Of wat is dat? Is dat... Oh, dat is gewoon een klein bouwwerkje. Ik dacht heel even dat dat hunt het ding was. Of heet dat ook alweer? Houd het hills. Ja, maar dat zien we een stukje vandaan. Oh, er is hier wel iemand geweest, Mitchell. Er is hier bij mij wel iemand geweest. De vraag is, leeft deze persoon nog? Dat zie je in de volgende aflevering van Goede Fortnite, Slechte Fortnite. Stel voor Fortnite was een freaking drama soap waarin Raven en al die andere choppies gewoon allemaal relatieproblemen zouden hebben. Kom je deze kant op, Mitchell? Wacht, ik ben bijna klaar met deze auto's. Let's go, man. We doen ons best. We proberen te klaren, jongens. We proberen te winnen voor jullie. Maar dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral als je een liedje maakt. Ik heb één keer die auto, dan heb ik minimaal 400. Fortnite, ik ben noob. Oh ja, nice. Doe dat, man. Oh yeah. Oh yeah. Ja, ik wil niet te ver van jou vandaan gaan. Ik moet nog iets slopen. Mitchell, jij hebt ook echt agressieproblemen in dit spel. Hè? Je moet alles slopen wat je ziet. Spel, je bost heel mijn laptop. Oh nee toch jongens, dat willen we niet. Ja, metal. Ik zeg nog eens metal. Metal, metal. We moeten harder slaan, harder. Oh bro, Fortnite in virtual reality. Hey, dat zou ook sick zijn. We moeten weg voor die... Stop hem. Oh, moeten we ver lopen? Dat valt best wel mee, dat is wel te doen. Ik wil een kist. Hey, ik zal als ik jou als wel echt gaan lopen, man. Jij bent wel echt een stukje verder nog dan mij. Dit is echt zo dom, hè, wat we doen, jongens en meisjes. Ik en Mitchell zijn gewoon weer opgesplitst, als in een horrorfilm. Een nade launcher. Een nade launcher, oké. Okay, dat is interessant. Dat zou nog best wel handig kunnen zijn zometeen. Laten we hopen dat we hem überhaupt kunnen gebruiken voordat we doodgaan. Hopsakeetje, nice. Nou jongens, we doen ons best. We hebben er in ieder geval naar mijn mening weer een leuke stream van gemaakt. En we staan momenteel op de... 4600 likes, dat betekent dat als we nog 400 likes erbij halen, ik weer een nieuwe giveaway ga doen. Stel voor dat je dit kijkt als video, terwijl het niet meer live is. Smash dan ook een like, want misschien kom ik later eens een keer bij deze video kijken. En dan kan ik misschien nog een giveaway doen. Dus like de like, wat is dat? Oh, dat is een trap. Nice, neem ik ook even mee. Een trap. Ja, ik raad het je nu inderdaad wel aan om even hier naartoe te komen. Zo.
Oh, ik heb wel een beetje damage gedaan. Oepsie poepsie. Dat was een beetje oepsie poepsie. Wat is dat nou weer voor woord om te zeggen wanneer je half dood gaat? Oh, ik heb Mitchell's. Oké, weet je, ik wacht hier wel even op je, man. Ik heb denk ik nog wel genoeg tijd. Oh, shit. De storm komt wel bijna, hè, Mitchell? Oh, ik word gehit. Door wat? Door iemand. You're gonna survive, of... Oh, je hebt nog wel heel veel. Hè, hoezo weet je... Oh, je bent je armor een beetje kwijt. Ik zie het inderdaad. Nee, mijn health. En hoe kan het als je gehit wordt door iemand? Dan gaat toch eerst je armor eraf? Dan weet ik het ook niet. I need your help ASAP. Dus ik loop ondertussen ook een beetje naar jou toe. Hey Mitchell, overbuurman in Fortnite. Leuk dat je er bent. Leuk dat je erbij bent. Jij hebt hier zo gebouwd voor falling damage. Kijk daar ook van. Kijk, ik heb meer. Kijk uit hoor, de laatste die is niet te doen. De laatste, daar moet je voor uitkijken. Dat was veel te ver, dat had ik niet gedacht. Dat maakt niet uit, geen stress. Huppakee. Ja, nu Heb je falling damage? Ja, je hebt falling damage. Ja, okay. Ik heb falling damage. Nou, ik heb in ieder geval 700 houden. Dus qua hout zitten we op dit moment goed. Het enige wat we dus moeten fixen is gewoon het niet doodgaan. Wat voor mij meestal het wat lastigere gedeelte is in Fortnite. Jongens en meisjes, morgen hak hak hak. Mijn nieuwe Minecraft song. Go and check it out. Het staat morgen online en ik raad jullie echt aan om allemaal te checken. Ik wil een vending machine. Punt. Hier is er eentje, man. Waar? Maar die is niet echt bruikzaam, want het zijn alleen maar slechte items. Want ik heb 450 ijzer. Echt? Oh, dat is super handig als we zo meteen een bunkertje moeten bouwen. Dat wel. Ik ben een beetje aan het schemen, zeg maar. Is hier al geloot, of niet? Ja, dit is allemaal al geloot, man. Oh nee, twist. Oh, dit niet! Dit is nog niet geloot. Zo. Ja. Oh nee, Mitchell. Ja? Was jij dat? Ja. Oh, je bent echt een klojo, hè, bro. Je had me weer... Je jaagt me ook gewoon weer het stuipen op mijn lijf, hè, met een granaat gewoon. Hier staat soms wel eens een chest. Laten we hier anders weggaan, man, just to be sure. Oké, wacht, laat me eerst even scoren. Hallo, lantaarnpaal. Doei, lantaarnpaal. Hallo, hek. Doei, hek. Hallo, boom, leuk dat je erbij bent. Doei, boom, leuk dat je erbij bent. Oh, Job. Wat? Ik ben down. Oké, laat me hem pakken, waar die ook mag zijn. Voetbalveld, twee man. Pas op, ze bouwen... Voetbalveld, twee man. En eentje gaat me nu killen. Eentje gaat me afmaken. Oh, nee, niet. Ze zijn omhoog gaan bouwen. Pas op. Job. Ik merk het. Ah, bro, ik ben nog gesniped, bro. Jongens en meisjes, we zijn super lang live geweest. En ik vind het voor nu eigenlijk ook wel even leuk. We zijn in totaal, ik ga het even checken. 2,5 uur. Hebben jullie nou genoten van deze livestream? En willen jullie nog steeds kans willen maken op de V-Bucks giveaway die ik zo meteen ga uitkiezen? Twee winnaars. De vorige was Dani Bergen was het geloof ik. Ik weet niet zeker. Dani Bergen. Shoutout naar jou. Abonneer, like, mocht je dat als video kijken. Ook like en abonneren. Check ook even het YouTube kanaal van Mitchell. Dat is Mitchell Voeten. Check het op YouTube. Ik typ wel even iets in de chat. Hij typt wel even iets in de chat. Allemaal ook even ik op hem abonneren. Even vuurman bro. Even. Hij typt vuurman bro. Go check it out. Hoppakee. Shoutout naar Team de Tuber. Ik ga vaker livestreamen en de volgende keer zal dan ook de audio van Mitchell beter zijn omdat ik dan een microfoon daarvoor heb gefixt. Deze keer was het een beetje onvoorbereid dat we live gingen, maar ik hoop toch dat jullie het leuk vonden. Yes. Het was een lange leuke stream. Super veel support van jullie gehad. Het is echt bizar. Op een gegeven moment keken er bijna 3000 mensen. Dus tot de volgende keer en adios. Adios.